Dus zijn we live. Ja, oh nee, het gaat niet. Wacht, oké. Jawel, jawel, jawel. Normaal gezien zou ik nu live moeten zijn. En inderdaad, we zijn live. Welkom, dames en heren, bij deze gloednieuwe livestream. Vandaag spelen jullie Future Roleplay. Zeker liken en abonneren. En hier is Robin. Hey. Hi, people. Hi. Hier ben ik ook, dames en heren. Goedenavond. Nu komt de eerste pas binnen, hè? Nu komt de eerste pas binnen, dus geen stress. Dames en heren, welkom bij deze nieuwe livestream. Één persoon heeft het misschien gezien, denk ik. Ja, het is altijd natuurlijk als ik een dag niet live ben geweest, dan is het altijd tijd. En welkom, dames en heren. Uiteraard welkom bij deze nieuwe livestream, dames en heren. Uiteraard. Het was een andere intro dan normaal, natuurlijk. Een andere intro dan normaal, 100%. Het is een hele mooie intro. Hè? Zeer mooie intro. Natuurlijk. Mijn naam is welkom bij deze nieuwe livestream. Ja, de intro wil bekijken, is proeven terug, uiteraard. Maar ja, YouTube is gewoon heel saai, natuurlijk. En met aanvallen, et cetera. Vooral meldingen. En eigenlijk beide. Maar dus, daarom. Ik wist dat niet voor mensen het zouden zien, aangezien YouTube niet echt meldingen uitstuurt. Mijn naam is welkom bij deze nieuwe livestream, uiteraard. We zijn weer live. Op deze mooie dinsdag, op de, ja, kun je misschien wel zeggen, derde paasdag misschien wel, hè, want gisteren was tweede paasdag, of zoiets, nou, ik heb echt geen idee. Maakt niet uit, komt in orde. Heel snel misschien, dames en heren, uiteraard, maar heel veel mensen hebben het gemist, de intro. Heel veel mensen hebben de intro gemist, helaas, was het wel een heel mooie intro. Het was een hele leuke, mooie intro. Zeker wel. Ik heb het wel draaien aan mijn dingen. Want ik ben echt niet gewoon dat het zo eruit ziet. Wacht, hè. Ik heb heel snel, want ik heb het even omgedraaid. De kamer is anders, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat heeft. Net zat iemand anders op mijn stoel, ja. Daarom. Net zat er iemand anders op mijn stoel, daarom dat de camera gedraaid was. Even kijken. Bam. Bam. Zo, dat is grappig, hè. Dat is grappig, hè. Zo, dames en welkom, draait. Welkom bij deze livestream. Ik deel veel snel mijn stream, want ja, de meldingen die kunnen wel eens een keer uit de hand lopen, helaas. Dus heel snel mijn stream delen. Ook in de Future School server natuurlijk. Zou iemand voor Ziggy de intro wil clippen, jongens? Zou helemaal tof zijn. Dankjewel alvast. Als iemand de intro kan clippen voor Ziggy. Zou zeer leuk zijn, dankjewel. Ik ben weer live. Let's go. Let's go. Ah, nee, niet net. Maar ja, ik ga bijna Ed Everon doen. In Future Discord. Zo. Ik had echt bijna Ed Everon gedaan in de Future Discord. Dat is niet echt handig geweest, denk ik. Ik denk het niet, als ze niet echt mijn dank afgenomen. Volgens mij, maar dames en heren, zeg je flyken, we hebben eigenlijk toch maar. Twee mensen. Dus like vooral zeker. Zeker doen. Like zeker. Zal heel leuk zijn. Even kijken. Zo. Ik moet even nog Future opstarten trouwens. Dat is even, ja. Dat is hectisch geweest hier. Hectische intro geweest. Dus we gaan even alles opstarten. Welkom trouwens, dag Quinten, welkom dag Rick, welkom dag Lee J, welkom dag Shana, welkom dag Matthias, welkom dag Stefan, welkom. Yo, leuk dat je kijkt, of iedereen kijkt natuurlijk, zeker welkom. Zoals we clippen, ben thuis, ik heb Ritje in Audi A6 gehad. Zo, in een A6 gehad, dat is de politieauto van de politie natuurlijk. De politieauto in Future. Heb al geklipt, let's go. Super. Zeker abonneer, dames en heren. Doe het zeker. We hebben namelijk maar 10 abonnees nodig voor de 11.2k. Dus zeker doen. Wordt super uitgewaardeerd natuurlijk om te liken. Dankjewel. Is gewoon super, super lief natuurlijk. Dus doe dat vooral. Ja, doe dat gewoon vooral. Eens even kijken. Nog eens de like counter fixen. En dan ben ik eigenlijk bijna klaar met alles. Ziezo. Oh. Bam. Ga je politie worden, Matthias? Let's go. Zou wel nice zijn, ja. Zou wel leuk zijn. Dag Piet, beste burgers van Future. Het is geen grapje, maar nu ben ik eens serieus. Ik quit Future en waarschijnlijk ook 5M. Nee, maar poverdekken Piet, en mijn 500.000 euro dan? Niet helemaal terugbetalen, zei jij. Piet, jongen, wat een vieze vuile hond, jongen. Rot miljarden, Piet, met mijn geld. Piet, jongen. Man, jongen. Piet. Piet, jongen, al mijn geld. Al mijn geld weg. Jongens, ik heb like trouwens. Het is likes nodig voor de 10. Dus like vooral. Want we hebben 2 kijkers geliked. Dus like vooral, superlief. Even kijken, even de poll maken met de vraag. Ben je al geabonneerd?
En heb je al geliked? Ja, natuurlijk. En nee, doe het nu. Zo, voilà, hè. Als u ook naar Milan, welkom. Hallo, naar Milan. Welkom, maar ja, welkom Piet, welkom. Ja, veel plezier Piet, ja, buiten Future natuurlijk, hè. Ja, des te beter, hè. Dat je meer tijd in real life mensen gaat steken, dat is altijd prima, ja. Dat is altijd, allee. In dat opzicht beter natuurlijk, hè. Allee, ja, dit is natuurlijk gewoon zo, hè, maar het is zo, hè. Een fijne avond en tot ooit, maar... Het is niet dat je Future stopt en je stopt het kijken, of wel Piet? Dan stop je gewoon met kijken, omdat je Future bent gestopt, hè. Oké. Okay. Ja, 100% Shana. Sportstand is altijd het leukste. Je Facebook zit niet maar goed in het vakje. Milan, je bent al de 100 miljoenste, 5 miljardste die dat zegt. Ik weet dat. Ik weet het. Ik zit zelf ook, hè. Maar dat komt als je mijn streams vaker hebt gekeken, dat ik mijn greenscreen altijd heb gestreamd. En dan was dat gewoon altijd heel nice. Allee, dat ziet er mooi uit. Maar nu ik zonder greenscreen stream... Ja... Ziet het eruit, dus ik weet dat mijn facecam buiten het vakje valt. Ik weet het. Ik ben echt oprecht al en ik overdrijf niet de 5 miljoenste persoon die het heeft gezegd. Echt waar. Of de 5 miljardste, het was zoiets, hè. Dus ja, hè. Uiteraard. 2 april kijk in de beeld. Ah, oh, wauw, Piet. Zo, Piet, je hebt wat te pakken, maat. Dus ga je stoppen dan, Piet. Ga je stoppen dan, Piet, met Future. En ik dacht al, ja, mijn Future stopt mij ook niet meer komen kijken. Dat vond ik eigenlijk wel spijtig gevonden, als ze ook echt ging stoppen met kijken. Ik ben elke dag, ik ben elke live veel bij, alleen niet zo vroeg al. Ah. Ja, jawel, ja. Yeah. Oké, welkom dames en heren, zeker welkom. Ik moet voor straf, moet je de gehele discography van André Hazes zingen. Zo, goedemiddag. Dat kan even tijdjes doorgaan. Negatief, maar je terugbetalen, dat ga ik niet meer doen. En sowieso niet Piet, hoezo ga je me meer terugbetalen? Je zei, er ging dat doen, zei je Piet. Je zei, ik ga allemaal terugbetalen, binnen een week heb je het. Ja. We zijn hoeveel weken later? Ik ga staken. Hoezo ga je staken? En voor wie ga je staken? Maar het is wel beloofd, hè, Piet. En stel, Piet, ik word ooit crimineel. Oh, jongen. Ik zou je niet meer veilig voelen als ik jou was. Ik zou me niet meer veilig voelen als ik jou was. Ik weet trouwens Joan, jongens, in Future, maar ik weet niet. Het duurt even. Ah, het crasht gewoon. Oké, okay, prima. Het crasht gewoon. De game crasht me gewoon, prima. Even kijken. 5M. Ziezo. Maar even eerst erop starten. Jongens, ja, natuurlijk is die live gegaan, dus ja, YouTube denkt van, hey Robin, geen content online, nou, daar gaan we ook geen aanbevolen mee sturen en meldingen, dus ja, daarom gaat het een beetje vandaag wat kijkers, etc. wat minder zijn, maar zolang maar een paar mensen te zijn, dan ben ik al tevreden natuurlijk, hè. Dat je er een beetje te praten hebt met mensen, dat is altijd, allee, dat is natuurlijk wel heel fijn, dan, natuurlijk, yes, uiteraard. Let's go, we zijn aan Jonah, denk ik. Gaan we Jonah? Ja, we zijn aan Jonah, let's go. Een mili krijg. Hoezo moet ik jou nu 1 miljoen geven? Piet, jongen, nu doe je echt ondankbaar, Piet. Nu doe je echt ondankbaar. Ik geef je 500.000 euro. 500.000, hè. Je moet echt beseffen, Piet. Als overheid doe je dat oprecht heel best lang over, hè. Dat doe je echt heel lang over, hè, als overheid. Dus, ja. Besef maar dat dat heel veel geld is. Zo ben jij de Jeffrey die ik heb ontslagen destijds. Oeh, wat? In Future? Ben je leiding of zo? Nee, toch? Of een andere stad? Ah, waarschijnlijk een andere stad. Die kans is ook wel redelijk groot, ja. Maar waarom zou ik jou 1 miljoen moeten geven, Piet? Om dan 500.000 terug te krijgen? Dat is maar raar, Piet. Moet klinkt een goede deal, 1 miljoen terugbetalen? Ja. Dus ik geef eigenlijk 1 miljoen. En dan krijg ik 500 euro terug. 500.000 euro. Dus eigenlijk heb ik 1 miljoen euro verlies. En Piet heeft 1 miljoen. Piet heeft dan eigenlijk 1 miljoen euro winst. Dat is een beetje apart, hè? Nou, jongens, we gaan even eens kijken. Ik heb bij hem. Let's go. Zo, even testen. Kom mensen roepen. Kom op,
Politieagent, we hebben allemaal wapens. Ik ben die Ram, we hebben allemaal wapens. Help mij, die RS6, die blauwe RS6. Nee, kom eens binnen mee, kom eens binnen, kom eens binnen. Kom eens binnen, kom eens binnen. Alles, we willen wij schieten. Kom dan binnen voor de veiligheid. Kom dan binnen voor de veiligheid, meneer. Meneertje, controleer die Ram even hoor, want die is helemaal binnen voor de veiligheid, meneer. Ja, daar moet je ook een hulp vragen, hè. Zet wapens, meneer, ja, stik er lekker in, dan zou ik zeggen. Ik bied je bescherming en dan ga je gewoon ja, niet doen. Nou, ja, prima. Ga je maar lekker dood, hè. Heb je trouwens eten bij mij? Ik heb geen eten bij mij, zonde. Dat is wel spijtig. Wees even, zit die boven. Ik hoor niet veel zeggen, hoor, maar anders heb ik maar 5 messensteken overleed en 3 kogels gekregen. En de status als je onderwereld doet, ben ik niet zo bang voor je. Nee, prima, maar ik vind het gewoon een heel rare staking, Piet. Nee, ik heb geen ruzie met Piet, joh. Nee. Ik heb geen ruzie met Piet, nee. Ik heb geen ruzie met Piet. Piet heeft ruzie met mij, potverdekken. Piet heeft met mij ruzie. Ken ik hem? Wij zijn collega. Ja, ik kon het zeggen. Die is hier. Is Piet 11 jaar? Ja, ja, dat is Piet, ja. Voor een video. Zeg maar, Piet, nu is een vraag. Het kan zijn dat je niet bent, Tom, maar ben je ook de Piet van Tony Gaines video's toen, een paar jaar geleden? Want ik had daar iets over, een comment over gezien. Met de vraag. Echt een comment. Die stond verborgen of zo, raar genoeg, ik weet niet waarom. Het was een comment van: is het de Piet van Tony Gaines? Ik denk: Piet van Tony Gaines? En ik zoek op Tony en Piet. En ja, dus die stem klonk als jou, maar dan wel een paar jaar jonger. Dus ben jij dat Piet of niet? Of is het een andere Piet? Toevallig dan. Ja, ik ben echt aan het lopen naar niks eigenlijk. Hè. Ik moet even omkleden. Naar mijn Bradier pakje. Uiteraard, hè. Mijn Bradier pakje. Ja, jongens, van joh, de kijkers vandaag. Ik zei het, YouTube is echt heel sad vandaag. 7 kijkers, dat is toch een tijd geleden dat ik dat al meegemaakt. Ja, dat is YouTube die heel sad doet. En is Leo nog 1 miljoen schuld aan jou? Het ding is, Papi, hij is mij nog een 500.000 schuldig. Ik heb hem 500.000 euro gegeven toen. Hij zei toen, oh, ik kan hem al terugbetalen. Maar nu zegt hij dat ik hem 1 miljoen euro moet geven. Ja, hallo. Ik denk het niet. Maar ben jij het echt, Piet? Oh, joh. Zo, maar Piet, van, ben je het echt al heel vaak gekund geweest eigenlijk in je FM-carrière dan? Toch? Als je dat ook al dat Tony Game bent gegund en nu ook 1 keer door mij. Dus even kijken. Even de porto jonen van de politie. Dan kan ik me namelijk in dienst melden. En we gaan op de SIF uitraten. Ja, op de SIF. Dat gaan we doen. Piep de box aan schoenen. Ah, is dat hij dat? Oké. We gaan eens even kijken. We gaan hem dienst melden. Enkel het jouw jaar en mag er wat meer zijn. Ja, maar Piet. En wat krijg ik dan, skip Piet? Wat krijg ik dan in de plaats? Alleen maar, ik wil nog meer geld. Ja, Brady met alles, dat klopt, hè. Hey, yo, welkom, Gaines. Je zit met een gebrom. Je zit met een gebrom. Zit er een tijger in je huis of zo? Of wat bedoel je? Of een beer, dat kan ook nog. Even kijken, kan we in dienst melden? Ja, hier. 4204 staat dus, no? Ja, sure, welke minister zijn rang specialisatie? Gradier en alles. Hupsa. Sure, dan mag je op de 13-18 op een shift. Ja, is vernomen, dankjewel. Dan begin je hier. Eens even kijken. Pakken we de 13. Was het nu weer 13-17? Nee, 18. Oké, 13-18. Snel even mijn naam daar typen. Zo. Aanrijdend. Route C. Dat ik die gewoon buiten ken. Dus we kijken. En dan noemen we hem aanpassen. 13-18. En dan ben ik in. Kan ik op zich gaan beginnen? 13-18. Ziezo. Yes. Dat heb je een brokken duim. Zo. Ik dacht al, man. Wat zeg je allemaal? Dat is niet fijn, maat. Brokken duim. Poeh. Wat heb je dan gedaan dan? Wat is er dan gebeurd dat je een brokken duim hebt? Als ik dat maar weet, natuurlijk. Ja, als je daar liever voor jou hebt, ja, dan. Ik ben wel benieuwd waarom dat komt. Voilà, top. Gaan we in dienst. Of ja, ik ben al aan de dienst. We gaan voor de stift nemen.
Je wil een Monster Games lerenbot. Klopt inderdaad, ja. Hoppakee. Gefixt. Iemand vreet je. Oh, moet dan eens terug. Oh. Ja, ik heb vergeten aan te zetten, lerenbot. Excuseer, ik sta nu al aan. Even kijken, moet naar verdieping 1 gaan. Zo. 3063 staat ze nu met een verzoek op de motor. Zoek op de motor. Agent. Ben ik niet juist, ja, hè? Wat ben je gedaan, Game 6 Delay? Dat je duim hebt gebroken, dat is wel pittig, man. Zo mooi weer. Hé, is dat mijn motor? Nee, helaas. Ik heb ook zo'n motor trouwens, dat is ook waar. Ik heb zo'n motor. 5119. Een dikke motor eigenlijk. Hi, welkom met dit, jongen. Ja, je kan. Pak maar een. Mag je al alleen rijden? Laten we lekker. Godverdomme. Ja, even een eten halen in de winkel hier. Nee, ik zit stil op HB. Dat is een brandblusser. Of een brandkraan. Waar zit hij? Dat moet je even aan Sjaak vragen. Hey Sjaak, waar ben jij? Eens even kijken, doet ook een motor etiket. Moet ik van de winkel overvallen of zo, dat ze ooit hebben gepleegd? Politie, denk het wel. Het is mij van de winkel overval. Ja, net YouTube heb ik heel bot in beslag heeft genomen. Kan je mij in de portal zitten? Nee, toch niet. Zeker. Toch niet. Dankjewel, Sjaak. Niet gebeurd. Gelukkig maar dat er niks gebeurt. Let's go. Zeker vlakken, dames en heren. Doe het zeker. We hebben nog maar 4 likes nodig voor de 20. Dankjewel. Wordt hard gewaardeerd. Echt waar. Dank u very well. Super lief en welkom. Ik stoel je met een vriend. Oh. Weet ik, man. Oh. Dat is wel sad. Zo je duim breken. Op elkaar, kom eens uit. Een leuker ding in het leven dan dat, hè? We mogen deels naar eigen orders gaan. Misschien hebben we al genoeg Ja, voor mij mag het. Het is wel een leuke auto, man. Zo met die spullen in de achterbak. Is echt wel een leuk RP-gevoel, zo. Vind ik dan natuurlijk, hè? Ah ja, want dit was nodig of zo? Of wat was hier de bedoeling van? Wat was er de bedoeling van dat hij zo meteen maar rijdt? Oh joh, lekker bezig, man. Lekker voorbij steken zonder enkele reden. Hé hey, joh, wat de hond? Wat is nu al het tweede thema rijdt? Wat? Dat is nu al het tweede thema aanrijdt in nog geen halve minuut. Wat? Jij dat? Ah, joh, ik dacht dat die tweet was. Zo joh, ik dacht al, wat is dat nou weer? Maar ik word gewoon twee keer VDM, maat. Nee, geen VDM. Kom, ik kan niet rijden, maar ze rijden tegen mij aan, Piet. Ze rijden tegen mij aan. Ja, wat doen we dan, hè? Ze rijden tegen mij aan. Iets van een melding of zo? Nee, nog niks, hè. Heb je even nodig? Wie ben je? Ik weet niet wie je is. 3061 staat snel met de kopverzoek aan 4219. Oké. Okay. Ik kan zeker wel rijden, 100%. Opco-agent, TL. Heb je intro al eens gezien, eigenlijk, Sana? Want ik zei het, ja, dat ik echt zeg geen set lijstje om dat doen, eigenlijk. 1319 op een shift. Maar ja, het is vandaag wel echt. Ach ja, het is niet anders, hè. Kan niet altijd roze geur en maneschijn zijn natuurlijk, hè. Op de livestream, dus het is niet anders. Robin aan het stuur, doden in de buurt. Ja, jongen. Nou, dat heb je wel gelijk op zich, want die zijn wel doden in de buurt hier. Ze zijn bij een begraafplaats, dus daar heb je wel enigszins wel gelijk in, ja. We zijn bij een begraafplaats, dus je hebt er wel gelijk in, ja. Oh, jongen, heb ze. Dat ook in het streamclips, ja. Ja, maar echt hoor. Ik heb met over Ziggy, aandacht over mijn goede skills. Die staan ook trouwens in Steam. Dus jongens, trouwens, blank oproep. Ik heb een heel blank oproep voor iedereen die kijkt en die bij het Alvustream was. Er zijn helaas maar heel weinig clips gemaakt van de livestream. Maar ik ben van plan om deze week een recap video te uploaden. Dus de leukste momenten van 12 uur stream. Of de grappigste momenten, of Funny Moments video, maar dan van de 12 uur stream. Want er zijn heel veel leuke dingen gebeurd daar, 100%. Ik heb zelf ook al wat gekeken en geklipt. Maar ik zou het heel leuk vinden als jullie nog iets weten uit 12 uur stream, wat er nu nog niet is geklipt en is geplaatst in streamclips, even doen, even een clipje van maken, gewoon via YouTube maken. Niet zelf screen recorden, maar gewoon een clip maken op YouTube. Even plakken in streamclips in Discord en dan kan ik daarmee verder.
Maar ik ben echt van plan om een video te maken. Want het is echt wel heel erg leuk. Het is echt heel leuke dingen gebeurd daar. In die livestream. Daar is iedereen wel mee over eens. Daar is iedereen wel over eens waarschijnlijk. 100%. Dat kan niet anders. Daar moet iedereen mee over eens zijn. Zie eens iedereen mooi stoppen, joh. Ik kijk iedereen om zo mooi stoppen. Nee, het oranje. Nou, oké. Okay. Hij rijdt eigenlijk allemaal vol de rood, hè. Ja, dat is ook een Taycan. Taycan is met echt... ja, ik weet niet. Meneer. Ga je ook mee spreken? Ja? Oh, ja, hallo? Ja, daar is iemand in een witte Porsche. Is die Anton W nog een dienst, 1202? Die heeft al heel lang gesproken. Een Cayenne die heeft een shotgun. Een Cayenne heeft shotgun? Ja, daar is Cayenne. En waar rijdt hij nu? Hij rijdt bij strand, daar, bij die huizen. Bij strand, dus witte Cayenne. Heeft hij een kenteken? Oh my god, TC. Niet dat ik weet. Niet dat ik weet, oké. Okay. Ik ga kijken, meneer. Dank u wel voor uw melding. Is goed, geen probleem. Yo. Eens even kijken. Nou, eens kijken voor witte Cayenne. We kunnen eens kijken. Stel, er is een witte Cayenne. Die kunnen we eens geen stopteken geven, eventueel. Het ding is om nu elke kind te stoppen die wit is. Dat is natuurlijk ook een beetje moeilijk natuurlijk. Hè. Ja, wel iets wit is een Cayenne. Dat is een Taycan. Zo, of opeens, opeens zo donker en regen. Oeh, woning inbraak. Dat is 7. Wat? Ik krijg een woning inbraak alarm. Dus we gaan even kijken. Let's go, woning inbraak. Die regen, jongen, oh. Maakt het rijden wel moeilijker, hoor. Het rijden in Future, die regen. Dat is echt wel een ding, hoor. Nog een woningbraakalarm. Maar dat stond toch een timer op? Er staat dus even een beschikbare eenheid. Er is nog een woningbraakalarm afgegaan. Dan zou je dan kunnen kijken. Ja, nee, Piet. Ik moet niet meer koppelen. 1317 beschikbaar. Piet, hij wil 1 miljoen euro voor mij hebben. Terwijl ik een half miljoen euro heb gegeven. Ja, en dan moet je me koppelen. Ga je geld kosten, maat? Ga je geld kosten, poffertikken? Ik wil de laatste, volgens mij. Ik denk te laat te zijn. Ja. Waar sta je? Ik heb een vraagje. Ja. Ik ben rond aan het rijden. Oh, kun ik jou een vraagje stellen op AB? Zijn er bijna, zijn er bijna. Ik denk of je hier Zandvoort over mij. Best positief. Oh, we zijn er. 30-52. Al wel niks meer. Ik heb een 13-15. Ah, yes, even kijken. Hij heeft wel weg zijn, maar... Yes, kom. Ik kan gewoon even naar binnen gaan, want mensen zijn al gaan vliegen. Oké, dankjewel. Zou ze nog zijn, wat denken jullie? Politie, laat ze handen zien. Politie maakt zelf bekend. Nou, denk dat de volgende is gaan vliegen. Ja, sowieso, Matthias. Politie, laat zelf. Of laat je anders zien. Ik hou de beide, ze zien het elkaar mixen. Politie, maak je zelf bekend. Oh, naar beneden. Ik heb geen BPAB, ik ben geen werving. Politie, laat anders zien, op de grond. Eerst op je knieën. Wat zijn we doen hier, meneer? Ja, wat doen we allemaal? Wat ben jij aan het doen? Even recht. Wat ik aan het doen ben? We krijgen namelijk een woning waar ik aan. Maar we blijven staan, meneer. Nee, we gaan even naar... Nee, maar blijven staan. Ben je niet op een nijdig staan? Wat moet je? Ik krijg namelijk een woning waar ik aan bij dit huis. Top. En ik kom jou weer tegen. Huh? Wat zegt u? Dat vind ik wel raar. Nou, ik vind het ook raar. Wat bent u aan het doen? Weinig. Niks. Kom even mee naar boven. Als u nu gaat vertrekken, hè? Ja, dat is ja een beetje apart. Ik krijg namelijk een woningbraakalarm en die kom je tegen. Helemaal beneden. Hier in dit huis? Dit huis, ja, dat klopt. Oh? Wat bent u hier aan het doen? Niks. 3022 staat snel mee. Helemaal niks. Hoe komt u binnen? Hoe komt u binnen, meneer? Meneer? Ja, hoe komt u binnen? Ja, wacht even, ik heb één probleem. Nee. Nog? Ik hoor u, ja.
Ja, mijn internet in mijn hoofd wordt eruit gegooid. Hé, hey, dat is niet heel goed, hè? Ja. Ja. Dus dat is even een klein probleempje. Ja, dat is niet heel fijn natuurlijk. Nee, maar tot hoe lang je nog doet, dan kunnen we nog even verder. Ja, ik zou echt wel weten wat je doen was, meneer. Ik zou echt voor fouilleren, aangezien u hier binnen bent. Yes, wilt u even in de muur aanstaan? Wel raar, dat is mijn huis. Ja, u zegt net dat u niks aan het doen bent. Ik ga even kijken, meneer. Weet u bij wat pijn ik kan doen? Wat moet ik hier doen? Weet u eens bij wat pijn ik kan doen? Weet u eens bij wat pijn ik kan doen? Nou, denk je niet dan? Eens even kijken. Nee, is oké. Dat contant geld, meneer, dat is van u. Meneer? 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 Hallo? Nou, als mij iets in de eruit of zo, is er niks op zak. Dus ik kan wel vrij laten, het niks op zak. Ik vermoed dat hij ergens heeft gedropt. Denk ik. Meneer? Meneer mag gaan. Ah, ik dacht dat hij dat... Oh! Nou, mensen zijn precies gewoon, nou gezellig. Ja, hoezo opeens wel, Piet? Nou, ik ga even kijken naar beneden, want ik kom wel vanaf hier. Is er eerst iets gedropt of zo, in een kast of zo, dat je iets kunt leggen? Zou dat een ding zijn of zo, dat dat kan? Want hij zou zo inbreken, toch? Wat doet hij anders in het huis? Wat kun je hier doen? Oh, hij heeft zo'n hierin gelegd. Hij heeft gewoon hierin gelegd. Hij heeft nog niks gestolen. Hij heeft alleen hierin gelegd. Nou, ga meenemen, hè. Wat heb je? Ja, wat doet hij hier in het huis? Meenemen die handel. De slimmerd. Hij heeft gewoon hier, daarin gelegd, zijn lockpick. Hij heeft niks gestolen dan. Lijkt mij wel voor die zakjes, maar had hij misschien zelf allemaal mee. We zijn nu terug? Nee, we zijn altijd niet terug. Ja, dat is politiewerk, hè, Erik. Dat is die inspecteur in mij, hè, en misdaad oplossend, denkend. Yes, meneer. Nou, ja, praat ook tegen een NPC eigenlijk. Ja, wat doe ik eigenlijk? Ja, in principe. Het ding is, stel ik hou nu aan voor inbraak. Hij heeft niets gestolen in principe, want hij heeft niks op zak. Ligt ook in de kast van een huis, ligt ook de lockpick. Dus ja, stel ik hou hem aan, wordt advocaat, wordt hij vrijgesproken, want hij had niet op zak. Dus ik hou ook gewoon weg. Het is door een NPC geworden, dus. Websakje. Let's go, daar zijn we weer. Want hij kan. Want die tank kan van mij hebben dan. Yo, kan ik helpen? Hey, waar is die volgens mij een gamecrash gekregen, man. Wie? Die in het huis zat, man. Deed die bandit trouwens in het huis? Weet jij dat? Zou je? Weet jij wat hij in het huis deed? Ach, geen idee, hij moest hier opeens heen. Ah, okay. Volgens mij moest hij zijn koffers pakken. Hij ging zo meteen op vakantie, zei hij. Ah, oké. Okay. Ja, hij is helaas uit de stad verloren, denk ik. Ja, toch? Ja, dan maar, ja. Wacht, ik wel op hem, man. Is goed, prettig. Fijne avond, man. Yo, fijne avond, hè. Nou ja. Ik vind het wel een heel rare manier van wegkomen, maar in principe heb je niets op zak. Dus, voilà, hè. Nou, prima. Ik heb wel een definite trouwens in Discord. Dames en heren, zeker flaken, maar 1 like door voor de 20. Let's go! 1 like voor de 20. Ik heb wel terugdraaien, gewoon voor zekerheid. Dat de keren niet opeens terug de gamers komen en dan wegrent. Waarschijnlijk wel hoor, ik denk wel dat zo gaat zijn. Hola! Nou, nu gaan we wel van over. Zij die regen is wel echt irritant, maat, die regen. Toch luid eigenlijk, hè? Ja, leuk intro. Shana, gelukkig een leuk intro. We koppelen. Ja, maar Piet, hoe zit het met mijn 500 euro dan? Gewoon een vraagje, Piet. Hoe staat het dan mee? Gewoon een vraagje, ja. Is dat een groep bij Lokkenpark met de mule? Ah, meer recherchewerk. Ik zweer, dat komt er echt aan. Ja... Zeker, Piet, zeker. Nou, Piet, zou zeggen, doe een kopverzoek, hè. Doe een kopverzoek.
Een koppelverzoek. Oh joh, jazeker meneer. Lekker vliegen. Lekker vliegen. Oh, die meneer. Die is natuurlijk doorgereden. Ja. Ja, u voelt een beetje, zag ik. Ja, wat zei u? Was een beetje aan het vliegen. Het leek bijna niet meer op een auto. Ja, het bijna vleugels. Het is voor mij is doorgereden, man. Ja, ik zie het. Ja, is alles oké met u? Ja, gaat lekker, man. Ik heb goede airbags. Ah, super, super. Is goed, man. Hey, even werk ze nog. Yo, dankjewel. Fijne avond. Nou, hij doet wel leuk, dat is ook wel fijn natuurlijk. Maar als iedereen hier zo gaat vliegen, dat is niet de bedoeling uiteraard, hè. Nou, dat is goed. Ik heb alleen nog een. Is dat nog met koffers kan 3017. Geen raam mee. Dat is wel minder leuk. Ik heb geen raam mee, dat is iets ja, niet heel leuk. Maar hey. Mag ik aanmelden binnenkomen? Ik hoop het dreigt door een knuppel. Oh, maar joh. Even kijken dan. Waar eigenlijk? Waar bij de pluk. Het trouwenpluk. Gaat het zeven? Gaat het zeven? Even recht. Krijg je een melding binnen dat iemand op bedrijf in de knuppel bij de trouwenpluk? Ja, dus, kan je daar een kijkje nemen? Positief. Ik ben zeker dat ik het opgeleerd. Ah, is het gamepad niet goed, jongens? Ah, klopt, ja, staat dubbel. Oepsie, nu niet meer. Waar is de locatie? Druivenpluk. Ik ben ook zelf 2 kilometer uit. Sorry, ik heb niet helemaal gehoord wat er aan de hand was. Wat was de situatie? Er is een melding binnengekomen in de meldkamer met help wordt bedreigd met een knuppel. Oké, vernomen. Ja, wij zijn onderweg. Ja, is vernomen. Heel inmiddelpark. Oeh, dat is nog een eindje. Ja, het ding is, Sana, dat is dubbel omdat. Als ik shorts maak, of bijvoorbeeld voor de 12 uur stream recap aan het opnemen was, dan gebruik ik wel dat ding. Maar dan vredig dat uitschakelen. Ik weet het niet heel handig, maar. Oké, we zijn bijna met de ruilpluk. Was iemand bedreigd met een. Met de knuppel. Duik mee op de N42 voor de ruilpluk. Ja, vernomen, gaan jullie westelijk of oostelijk? Ik kom van het oosten. Oké, genomen. Dan ga ik richting de westkant. Bond op de plaats en ik zie eigenlijk 1 persoon een auto. Met niemand in. Ik vermoed dat hij ontvoerd zal zijn. Oké, genomen. Ik ga even een berichtje sturen naar hem. Beste, hier spreekt de politie. Indien uw communicatie. Indien uw communicatie niet is afgenomen, kan je je huidige locatie blijven sturen. AIB. Indien Britten stuurt naar hem dat hij moet, zijn locatie moet blijven doorgeven. Ja, vernomen. Momenteel ben ik te plaatsen bij Druivenpluk. Dat is iets van onder bij de N42. Oké. Echt ten noorden van de Druivenpluk. Dat is een voertuig waar ook de plek van de melding is gemaakt. Nou, ik was steeds eerder gehaald. Dus eens even kijken wat voor kenteken er op die auto zit. Nou ja, dat kan wel. Even kijken over wie het gaat. Ja, daar zit een kenteken. Man, die koude hoor, zo'n Toyota. Ik ben alleen de naam kwijt. Wat is de naam daarvan? Weet ik eigenlijk niet. Even kijken. De Meos. Sino 145. Johnny de Spony of zoiets. Nou, ik weet geen idee. Heeft wel geen rijbewijs. Wat een noob. Nou, niks bijzonders. Eens kijken, het zou hier om een of andere Johnny gaan. Ja. Hele lastige achternaam. Hij heeft niks op zijn naam staan, dus.
Nee, ik heb ook geen wederregie terug van hem, dus ik vrees dat wij misschien zo meteen gaan zien in de winkeloverval of zo, of een bankoverval. Ja, we gaan het zien. Ja, we gaan wel tegenkomen. Waarom? Hij gaf nog locaties door of niet? Nee, dat niet. Nee, ik kreeg niet zo voor een toren, dus ik vrees ervoor. Okay. Ja, we zullen het zo zien. Ja, dan ben je status 4. Yes. Ik zal jullie terugslepen. Ja, super, denk ik wel. Yo. Nee, dit is een auto, maar dat is ook niet de reden om dat te fouilleren. Hè. Dat ik moet niet zomaar in de auto gaan kijken. Of ja, dat is ook een moeilijke, maar we hebben daar ook geen baat aan om te kijken in zijn auto. Dat is eigenlijk niet echt, ja, niet echt nodig of zo. Het is gewoon ontvoerd, dus. Daarnaast neer zeker flaker, maar 10 likes nodig draagt voor de 30, denk ik wel. Zeker doen. Wordt hard gewaardeerd, zeker doen. Like vooral. En deel, abonneer. Bijna de 11.2k. Dus zeker doen. Oei, toch keer zetten. We chocolade bonen. Oh, bonbons. Oh, bonbons. Nou, toch lekker. Wel lekker. Al was smakelijk. Of nee, jij hebt er gegeten. Ah nee, wacht. Nu snap ik het, ja. Ik heb het een beetje verkeerd gelezen. Op naar de A1 terug. Of naar de stad, eigenlijk. Oeh. Heel te glad, jongen. Yes, wat is hier gaande? Als je 13-18 dat goed is, dan mag je met de 13-18 koppelen. Ja, oké, okay, prima. Piet ophalen, jongens. We gaan Piet ophalen. Hoppa. Hey, lekker de regen schuren, hupsa. Let's go. Geen bericht. Positief. 43. Zo, dat is echt pittig, Kirsten. Zo, 43 bonbon, dat is wel veel. Oh, krijg je daar uitslag van, Sjaan, van chocolade? Zo, nooit gehoord. Zou er ook weer staan in de markt? Ik ga even kijken. Waar zit Piet ergens? Hey, die regenmaat, hallo. Of veel te heftig, hey, die regen. Ik vond altijd Minecraft vroeger regen heel leuk. Oh, regen Minecraft, maar in Future, oh, nee, eigenlijk echt niet. Of in GTA eigenlijk, vind ik regen niet echt heel wauw of zo. Nee, het is meer irritant dan wauw. Maar ja. Het is niet anders, hè. Het is niet anders. Nou, op Piet wachten. Nou, dat is wel nice, hè? Dat is wel tof. Ik moet 2 keer in de week een vitamine D tablet. En een gisttablet en een liquid capsule met magnesium. Oei. Dus eigenlijk allemaal gewoon vitamine eigenlijk dat ze binnen moeten krijgen. Elke week. Zo, kijk eens even regen, man. Kijk, het is uit de lucht komen. Maar nee, wordt niet echt nat volgens mij, denk ik, als je in de regen staat. Ik ben niet heel zeker. Wordt het ook echt nat of niet? Dat is eigenlijk iets wat ik niet meteen weet. Ik weet het eigenlijk niet. Wordt het ook echt nat? Ben je niet nat of niet? Ja, ik heb geen idee. Come on, Piet, where are you? Even Piet zoeken hoor. Waar kan hij nu weer uithangen? Waar is hij aan het uithangen? Hoppa. Oh. Is hij aan de voorkant toevallig, Piet? Dat is een kamar. Nee, geen Piet te vinden. Geen Piet te vinden hier. Naar beneden terug. Zo, jongen. Nou, ook geen Piet. Ah, daar is Piet. Yo, Piet. Yo. Goedenavond, Piet. Dag. Hoe is ie? Ja, goed, goed, goed. Nee, top, hè. Oh, 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 Piet. Oh, wat doen we nou? Hopsa, daar gaan we weer, Piet. Ja. Een dreamteam. Robin, ik heb een paar vraagjes. Vertel. Kan je misschien met mij een beetje dat NATO-alfabet doornemen? Want ik vind dat nog wel een beetje lastig. En ja? Voor mijn voortgang, die voor je voortgang. Ik dat dus wel gewoon goed kunnen. Want je bent altijd surveillant eigenlijk.
Ja, want mijn mentor die zei ook zo van de koppel ook met zoveel mogelijk mensen. Ja. En ook van hun kan leren. Zou heel leuk zijn, Jaro. Zou heel leuk zijn. Ja. Nou, oké. Nou, meteen een test. Wat is W? Whisky. Oh, whisky. En de S. Samson, nee, Sierra. Oh ja. En de Z. Dat. Deze moet je kennen, de Z. Zulu. Zulu, ja, Zulu. En de A. Hoe noem je dat? Die wist ik. Oh nee. Iets met Alpha. Alpha, ja. En de B. Bravo. En de C. Charlie. De F. Ook kwijt trouwens, F. Foxtrot. Foxtrot, ja. En de E. Allee, de E. Emo, wel bijna. E, kom aan. Echo. Echo, ja, echo. En de Y. Of de Griekse E. Yankee, ja. En de U, op winkelval. Nou, wel, Kamargebied. Staat 7. Kamargebied. Ja, sorry. Zeg, Appie. Zijn we daar die winkelval kunnen? Winkelval? Ja. Positief, waar is het? Welk Kamargebied? Moet de Kamar eens even kijken. Moest Kamar te weinig of te kort komen, dan zijn wij zeker bereid om daar naartoe te gaan. UU, nee, de U betekent uniform. Okay. En de V. Victor. Ja, Victor. En de D. Oh, ja. Hoezo niet? Ze doen dat ineens wel en daarna de hele tijd niet. Hoe dan? Ja. En de O. Oh. Zit je nou te kreunen? Nee. Wauw. Yo, ik wil je helpen, Pieter, dan kom je, doe je zo. Yo. Nee, ik bedoel. De O van. Yo, man. Oscar, ja, jongen. Ik denk, oh, ja, pof, tekken, Piet. Ja, Oscar, ja, Oscar. Dus Piet, ik neem de portal weer over, ik ben daar weer geholpen. Nee, zit je nou te kreunen? Die Piet, jongen. En de. Bedankt, Piet. De R. Geen probleem. De R is van de Ridwan Taghi. Nee. Je hebt Julia en je hebt? Romeo. En je hebt, wat was de P? Wat heb jij? Een mama en een? Papa. Wat maar de... Stel nou, hè, ik had geen papa. Ja, dat was awkward geweest, ja. Ja. En de N. In welke maand is Sana jarig? November. Hoe weet het dan opeens? Wat heb je nog? Doe jij ook mentoren, anders? Of heb jij dat al niet meer? Ik ben geen mentor. Ik wil dat misschien wel doen. Op zich. Dan heb ik wel een neventaak, dat wel. Dus. Wat was de L dan? Oh, ik had naar toegerend. Met zijn onderbroek. Loser. Ja, nee, de L is Lima. Lima ook. En de. Yo, meneer, kan ik u helpen? Ja. Kunt u meneer daar even bekijken? Okay, ik zie er een paar lopen daar. Of wie heb je het precies? Ruben. Kom maar mee. Kom maar. Kom. Maar het is ook gevaarlijk zo, over straat lopen. Ruben, ik weet de NATO Alpha bed van dit kenteken. Zulu, Romeo 985 en dan Lima. Ja, klopt. Fantastisch. Maar dat is Barry. Ja, maar dat is Barry, meneer. Dat is Barry Bengel. Maar potverdekken! Als dit niet Barry Bengel is.
Niet in de trailer kijken hoor. Hallo. Moet ik even kijken? Nee, kijken. Niet doen. En pak wat je wil hebben. Barry, mag ik een foto van met jou? Is die open of niet? Is die motor van jou? Moet ik die even controleren? Nee, je moet hier even in die muur kijken. In die muur kijken. Is die open? Nee, is niet open. Barry, mag ik een foto met jou alsjeblieft? Wacht even, ik ga mijn foto doen. Moet ik eens even kijken. Geniet, pak. Godverdikke. $4,000. Zo. Daddy, mag ik een foto met jou alsjeblieft? Ja, zeker, zeker. Zo, pak even 10 donuts en 1 Fantatje, hoor. Kunnen jullie ook melding maken bij andere collega's dat ze hier wat kunnen halen? Hupsa. Ja, aan de kant, jongen. Barry, vond je de 48 uur stream? Zo, joh. Gewoon 4000 donuts. Wat ligt hier trouwens? Allemaal donuts. Nou, ik heb even 10 genomen hoor. Lekker. Kun je collega's in de potten ook roepen dat ze hier gratis donuts en drinken kunnen halen? Ja, die maar Piet. Moeten jullie ook wat drinken hebben? Ik heb een gokje hoor, maar ik denk dat onder onprofessioneel gedrag. Het staat dus 7, blokkenpakker bij een verdachte voet daar aangetroffen. Oh, wat lekker. Oh nee. Ik denk dat jij wel een kapletje hebt. Berg, heb jij winkel overval of zo? Nee. We hebben net allemaal gekocht. Boah, je colaatje, gaan we wat maken. Allemaal gekocht. Ja, alles goed. Allemaal gekocht. Heeft er niet veel gekost dan? We gaan even uitdelen. Ja, super. Dat is wel een leuk initiatief, ja. Ja, toch? Dat is wel heel tof. Dus we gaan zo nog even een tweet plaatsen dat iedereen lang kan komen. Dus, Ja, Piet. Jij moet even de porto even zeggen. Iedereen hier mag komen. Nee. Staat dus even. Nee. Nou, soms is het een beetje eigenwijs, hè. Die jij laatst een verjaardagscadeautje hebt gegeven. Nou, dat was Piet inderdaad, ja. Ja, die heb ik gezien. Let's go. Ja. Ik heb eergisteren 200 subs gehaald. Lekker. Let's go. Doe even een shout-out naar je eigen kanaal dan. Is goed. Doe maar. Zo hoor je. Die Piet, jongen. Nooit een beetje verleden. Oh, ja, dat het al. Kijk. Zo. Wat een mooie dag. En zo naar deze man, jongen. Ze gewoon de pijltjes, dat zijn allemaal donuts. Piet Piraat. Hoppa. Piet Piraat, Piet Piraat. Ja, toch? Schippen, hoi. Ja, ja. Is dat iemand? Als je je collega's er tegen, zeg ze gewoon dat ze lekker hier naartoe kunnen komen voor donuts. Ja, gaan we zeggen. Yes. Gaan we doen. Helemaal goed. Hallo met Robin. Fijne dag nog, hè? Zo, Robin. Yo. Jij bent toch echt iemand die het snel opneemt, hè? Ja, natuurlijk. Als jij belt, Matthias, neem ik meteen op, hè? Nou, wat doe je? Momenteel ben ik in dienst. Ik ben even in gesprek, Piet, een momentje. Momenteel ben ik in dienst. Met Piet. Zegt, Piet heeft gisteren een boete gegeven en mijn rijbewijs ingetrokken. Oh, rip, man. Maar, Nee, dat ga ik niet. Je kan hier bij Blokkenpark donuts gaan afhalen, bij Barry Bengel. Hij heeft 4000 donuts in zijn camion zitten. Ik ga het zeggen, maar ik ga het niet zeggen. Wat wil je dan zeggen? Oh, we gaan weg. Niks. Zeg dan. Niks. Ah, Blokkenpark. Ja, Blokkenpark, ja. Waar? Ja, Blokkenpark. Het noorden van Blokkenpark, daar. Het noorden van Blokkenpark? Ja, nu moet je eens een keer goed rekenen, hè, en goed kijken. Maar ze vinden niet zo dom. Ah, sorry. Hier komt jij. Kijk in de bocht. Yo! Zo, daar komt Matthias aan hoor. Zo, die mule daar zit vol met donuts daar. Doei Matthias. Ik heb ook al zin in een Barry Bengel. Oh, wat yo, Matthias. Ik wist het wel, ik ga het tegen hem zeggen hoor. Dag meneer. Zo, even afleggen hoor, die Matthias, poffendeken, die kan toch een pakje zagen. Oh, yo, Matthias, jij ook hier. Hey Robin, had je mij aan de porto sheet gezet of moet ik het even? Dan moet jij, ik doe dat nooit. Dat moet jij zelf doen. Door naar Brian, welkom. Hey Brian. Nou, wij gaan even door. Nou, even avond nog, Barry en zijn kampioen. Goedenavond aan jullie ook weer. Yo. Wat is G? Wat is G van NATO voor bed? Dat is golf, maar wie weet hij het ook, hè? Piet? Oh, het is oranje. Oh, nee, ja, rip. Piet. Pietje, Pietje. Ik ben er weer, hoor. Yes, wat betekent G? Even denken, hoor. Denk maar even. Gerard.
Gerard, nee joh. Nee, G is... Welke auto hebben we allemaal bij de politie? Die met een G starten. Van het merk Volkswagen. Golf. Een Golf, ja. G is Gerard, ja. En de M? Wat is de DSI-naam van onze korpsleiding? Even denken hoor. Ja, welke korpsleiding? Van Bart. Mike. Mike, yes. En de X? Dat is moeilijk, hè? X? Ja, die is wel iets moeilijk, maar volgens mij iets met X en dan... Oh, je meent het met X, ja. Ja. Het zelfs al zegt de R. Ja, ja, iets met R. Iets met X. Iets met X. Oh, my God, my God. Dat heb ik echt niet gehoord, hè. Oh. Ja, wat is X het naamalfabet? Ja, iets met X. X-ray is het, ja. Ja, X-ray, hè. Ja, dat. X-ray. En de wat nog allemaal? De I. India. India, ja, ja, ja. En de J. Politieman niet trouwens. Jumbo. Jumbo. Nee, niet Jumbo. Waarschijnlijk een politieagent. Ik van Ingrid ook. Nee, jij hebt Romeo en... Juliet. Juliet, ja. Wat is de... Wat heb je nog? Aan denken. De K. De K. De K. K. Je moet ze weten, die moet ze weten. Kaka doen. Goed nadenken. De K van... Karel. Nee, niet Karel. Als je op de weegschaal gaat staan, wat zie je dan? Kilo. Kilo, ja. Wat heb je nog? Een... Wat heb je nog? Kliko. Kliko, welkom. Hamza, welkom trouwens. Nee, wat heb je nog van letters? P heb ik al gezegd. P heb ik al gezegd. De O ook al. De B ook al. We hebben echt wel bijna alles gezegd. De D. De Q, ja, die heb ik nog niet gedaan, nee, de Q. Die had ik al eens gehad, toch? Ja, maar nog iets, hè, een beetje herhaling. Oh, oh, oh. Even denken, hoor. De D. Maar dat moet je kennen. Het Alpha, Bravo, Charlie. Waar komt er naar Charlie? Ja, ik ook, Matthias, ik ken het ook uit mijn hoofd. Ik heb ook op school zou het gehad. Niet meer weten. Nee, dat is Delta. Oh, Delta. En de Q. Herhaal bericht. Q-back. Ja, dat. Q-back. Ja, die bedoelde ik. De S ook al gezegd. Staat ze even? Van nog? Er is collega's zojuist met een mesje gegijzeld en een paar RSS. Oh, rip. Ik ga met op HB zitten. Ja, oh, joh, rip. HB richting Blokpark gereden, de garage die kant op. Dus ze zitten niet. Nee. Mij. Dankjewel, dankjewel. Ja, positief. Aan mij. Gaat hij me slepen? Positief. En waar moeten wij? Er is een collega gehoord. Ja, dat heb ik gehoord, maar waar? 6. Laatste locatie Blokkenpark. Heb je achtervolging? Nope. Ah.
We worden gesleept om naar Rode Garage ongeveer te gaan paars RS6 aan het zoeken. Alleen Andries die vindt het een beetje moeilijk om te tanken. Hoi, dus zit het onder benzine? Nou ja, Andries die... die tankt 3 keer, maar hij doet het niet. Volgens mij staat hij ten verkeerde gat. Ja. Verkeerde gat, ja. Dat gebeurt soms, hè. Maar dat de zaakje, dat de zijde bedoel ik. Laatste locatie was Blokkenpark. Ja, positief. Van politie HB richting Rode Garage. Ja, met z'n allen. En de H-Piet? Hector. Wat? Hector. Hector, nee. Nee, de H van... Als je vakantie gaat... Harry! Nee. Als je vakantie gaat, waar ga je dan soms? Niet altijd, maar... Nou, waar kun je dan gaan op vakantie? Amerika. Amerika? Nee. Nee, naar een verblijf. Een soort van verblijf. Waar slaap je dan? Hotel. Een hotel, natuurlijk. Yes, een andere shunt moeilijk om te tanken. Heeft momenteel ook iemand ge-VDM'd? Casual. Oh, ze leven nog. Trouwens, als je trek hebt, Blokkenpark deelt Barry Bengel gratis door de set. Ik zie de paarse shit daar! Hé, hier is een... Wat zie je? Oh! Daar is jouw barren! Oh, sorry collega. Wat die gegijzeld of zo, hè? Hier, daar links! Wat? Yes, voor alle eenheden, waar zien hier een paarse RS6 in Blokkenpark? Daar zo is hij gewoon steeds. We rijden richting het CBR. Wij zien hem. Deze is vernomen. Wow. We slaan nu links. Yo, de regen, jongen. Verschrikkelijk. We gaan naar politie inbound. Heeft de persoon iemand gegijzeld? Ja, positief. We rijden. Ah, koppelt ook iemand anders aan. Ga naar de tattoo shop Olievelden richting. Let's go! Communicatie niet vrij, stop iets. Ook nog Mats. Yes, is verloren. Maar goed gezien, Piet. Ja, met die een kenteken heeft, dan is gewoon eens een kenteken lezen. Owens, ik ga een test. Ja, positief. Het is heel regenachtig, hè? Ik zal het ook op even of meer, hè. Let's go, we pakken hem wel. We gonna get him. Hoop ik toch, zou heel leuk zijn. Nou, hij vertraagt een beetje. Even die sirene zetten. Keert om. Oei. Zitten jullie nu, of? Ja, wordt gesloten. Oh. Ja, mijn bandjes geraakt. Wij gaan tam doen, Del. Ah, mijn mosband is geraakt. Ja, hij is gepit. Ja, rip onze band. Minder gepit dan gehoopt. Ja, wij zijn onze band kwijt. Ja, hij gaat de A4 over richting Ketterum. Ja, we zien het. Ja. Nog de repairkit toevallig? Volgens mij wou je iemand anders zetten, zeg maar. Een repair kit? Nee, kut, die hebben we niet. Nee, ik heb ook geen repair kit. Nee, ik heb geen. Heb jij nog een repair kit toevallig? Collega's. Je bericht? Paars RS6. Negatief, onze beide banden zijn lekker. Paars RS6 toch? Ja, positief. Positief. Heb jij nog een repair kit, collega? Ja, kijk. Ah, super, wacht. Ja, super, dankjewel. Zie vanzelf wel, denk ik. En, ja, ik zie hem, Hij gaat richting. Oh. Doe dat? Cross Street. Let's go! Waar? Schieten ook op alles rondrijden. Ja, schieten eet op alles. Hou meer eenheden. Wat zei die? We zitten met genoeg eenheden in de koppel prio, alleen mensen moeten aankoppelen met spoed. Wat zei die nu? Ik heb geen idee die zei. Let's go, dan zijn we Piet. We gaan nu boven naar het ziekenhuis. Okay, let's go. Doorgassen! Je zei je bent cool, echt serieus?
gaat rechts op Middelpark. Ah, ik heb wel een rood lampje. Kijk, dan gaat hij rechtdoor richting Otto's, uit Otto's bij Middelpark. Uit Otto's. Kijk hoor. Gaat hij negatief? Gaat hij nog steeds rechtdoor? Hij rijdt onder. Tune shop bij Otto's. Als er redden, dan krijgt hij onder. Daar linksaf omhoog richting oude AWB winkel. Maar aan mijn been, daar moet, dat is een glitch blijkbaar. Met een mesje. Ja, denk het wel. Dat is een glitch blijkbaar, dat lampje dus. Nee, hij zegt iets met setup. Oei. We zijn ook al een keer gezet op, mogelijk dat er bij die tattoo-shop een ja, als ze weer iets gaan doen. Ik ga even kijken. Sowieso een setup zometeen. Wat zeg je, Mats? Ja, ben je Lusco? Haast man, dat je bezig. Gaat er richting de rode brug. Ja, dat is daar zo. Nou, nog niet eigenlijk. Ja, setup. Ah, ze missen alles. Ik ga richting elektricien. Robin, voortaan als je wordt gesetup, zo moet je een beetje naar links en rechts. Ja, maar ik zei het niet, daarbij zit het weg, dat is deel ding. Wat van garage nu? Ik zei het geen eens, daarbij zit het weg eigenlijk. Ja, dit gaat denk ik om Jasper, want ik ben van hem. Gaat hij ik ben nog heel verkeerd hierin. Gaat hij nog steeds rechtdoor? Ja, ik ben fresh rechtdoor. Ja, ik kook echt iemand niet juist eigenlijk. Ik ben van Olivelde. Huh? Of de paarse RSS. UWB gaan we voorbij, gaat rechtdoor, gewoon natuurlijk een taxi AB. 3774. Zo maat. Wij hebben toestemming tot de pit, collega's. Ik ben totaal niet bij de plek trouwens. Deze pit zo meteen. Heb je hem gehad? Deze pit. Ah, mensen. Robin, terug! Omkeren! Waar gaan ze? We rijden momenteel richting Otto's. Middelpark! Oud Otto's, excuus. Ja, maar ik ben ook niet aan het focussen, joh. Amado is in het voertuig gegijzeld voor Oud Otto's. Amado is gegijzeld? Oei. Waarom? Langs Charles. Je hebt daar die? Ja. We rijden door richting Pitstop. Gaat het om dat blauw voertuig? Rot lampje, ja, ik heb een rot lampje, maar daar is blijkbaar een glitch. Dat is een glitch, blijkbaar. Want ik rij gewoon echt groen normaal. We rijden achter CWR. Let's go, zeker van lekker dames en heren. En abonneren bij de 11.2k. We zijn een pit aan het uitvoeren, persoon tot stilstand. Locatie? Onder de brug. Ah, onder de brug. Onder de brug, tankstation achter CWR. Ah, dat is niet een plek. Robin, nu met schoot. Ja, dat je nu met schoot. Nee, positief. Doe mijn best. Nee, daarom is een glitch, dat rood lampje. Vier man in het voertuig. Huh? Vier man in het voertuig ook gewoon. Er zit al drie man in het voertuig. Iemand allemaal nog gelijk opgereden. Hij is geboeid, denk ik. Oh, we hebben gewoon Ali, ze hebben wel gewoon kunnen pakken, dat is echt wel nice. Beter gepleegd met het DR6. Ze hebben gewoon kunnen pakken. De locatie daarvan is onder de brug bij tankstation achter CWR. Achter CWR, oh ja, ik volg jouw marker. Ik volg er puur op maken. We zijn puur op gefocust. Is was de Mado in dienst? Op de brug achter CBR. Ja, was even zo. Op de brug. Ja. Ja, daar is hier of zo dan. Ah, hieronder. Zo is het spelend, maar ze luisteren gewoon niet. Ja, er zijn dan drie man het voet. Of ja, twee dan. Maar doet hij ook. Nou, ik ben een beetje in de vuurlijn staan. Ze niet echt, De rest ook uitstappen. En heel. Ga je wacht afnemen? Ik ben aan het inladen. Hey, dat is Barry Bengel! Ja. Dat is Barry Bengel als ze hebben ontvoerd, wauw. De te redden, de andere zit in de boeien. Begin aan 9. Ze hebben ook gewoon Barry geboeid. Of gegijzeld. Ja. Bij die setup, bij de treinspoor setup plek. Oké. Iemand boeien van achter. Ze hebben ook gewoon Barry Bengel gegijzeld. Yes, netjes. Hij leidt erop. Dat is wel sad, man. Wordt hij rond doods uitdelen en wordt hij. Dan wordt hij. Gegijzeld. Maar wordt gewoon lekker. Oliebollen. Of donuts uitdelen. Ja, ze met mesje was zich gegijzeld. Eerst maar door, hè. Positief, kracht jullie inzet. Ja, echt hoor, Sander, Quinten. Zullen slip jullie ook mee? Ja, niet zomaar Barry Bengel ontvoeren, echt niet. Dat is echt de zwaarste celstraf die je ooit kan bedenken. Oké, meneer, hoe gaat het met u? Zit nu Barry? Ja, slecht.
Ah, oh, gaan we Barry, joh. Ja, ze waren maar aan het hostessen. Oh. Nee, ik heb net een donuts van hem gekregen. Ja. Is dat wel lekker, hoor. Oh. Ja, toch wel, hè. Ja, ik vind ze echt best lekker. Of ja, hij zegt natuurlijk dat hij is gegijzeld, hè. Ik kwam aan en toen werd ik gelijk met een mesje en een boeien wat vastgezet. Dat is Ik kan gelijk wat doen, man. Daar hebben ze namelijk ook gevonden. Daar kwamen ze ook tegen, stonden ze daar stil op Blokkenpark. Meneer, gaat u even zitten. Dus ik geloof op zich wel jouw verhaal, hè, dan. Zo'n in het rood heeft niks gezegd. Ja, ik kan er verder niks aan doen. En ik werd dan gewoon laten gaan. Die was ook gijzeld. Ik zie dat deze man een mesje heeft, hij reageert totaal niet. Nou, het zijn gewoon eens voor tijd voor deze dingen voor een ja, op zich kunnen we. Niet blij, bro. Nee, die is zeker niet blij. Bro, ik zat achter de RSS, bro. Ik dacht, ik ga Amado terughalen, dacht ik. Ik krijg te horen dat, dat ze een jacht-OV zouden doen. Oh. Nou, ik mislukt dan. Godse plannen, ze. Ah, de godse plannen, maar. Ja, dat kan ze weer. 100% wat doen. Weet ik niet waarom die DSG weggaat als we al drie keer set-up zijn. Ja, denk maar ze wel. Dat nou we die AT hebben volgens mij. Ik ook mensen te PM'en van ik word nu afgepakt. Wil je een aan de recherche? Sowieso wel. Ja, wij hebben iemand. Hier en daar van achterweg. Die heeft een bajonet op zak. Hoe hard was die pit eigenlijk? Ik zou niet weten, want ik was er toen niet meer achter. Ik zal alvast een sleepwagen regelen. Hebben we iets aangetroffen qua wapens? Ja, mesje. Benauwen. We moeten het wapen. Wat is die voor een beschikbare flatbed? Moet ik hem even afpakken? Doe maar. Want de flatbed beschikbaar die kan komen naar CBR, bij de brug. Want bij een voertuig die moet geïmpound worden. Status aan de 02-23-L. Moet ik even een melding maken. Als hier eentje in de meldkamer stuurt, kom ik eraan. Ja, die is al verstuurd. Yes, helemaal top. Dankjewel. Ik kom flip het aan. Mesje nu. Ja, ik zal hem meenemen. Je komt aan en ben aan met de flatbed om het voet erop te halen. Ja, in principe hij reageert totaal niet. Maakt niet uit, lees gewoon die dingen voor en zet hem uit. Maar boys, ja. Hoe hard was die crash eigenlijk? Misschien is hij gewoon heel boos ofzo. Is er reden van aanhoog verteld aan de persoon? Zou eens terugkijken voor je Amado? Nee, is nog niks. Ja, zou je eens kunnen kijken? Die misschien hulp nodig of zo, meestal zorg. Is er de reden van aanhouding verteld aan de persoon? Lees gewoon voor de zekerheid. Denk het niet. Ja, voor alles voorlezen, Piet. Ja, is goed, Kirsten. Veel plezier morgen, Kirsten. En succes met het proefwerk natuurlijk. Hè. Doei, Kirsten. Waas het gezellig. Tot de next time. Tot de next time, Kirsten. Was zeer gezellig. Heel zakelijk. Dat was gewoon een goede pit. Gewoon het hardste hoe je kan pitten, gewoon. Nee, collega, dat is 120. Ja, dat klopt. Hoe zou jij hem afhandelen? Ga niet zo doen. Piet. Maar hij zat zeg maar een beetje, ik pit hem in een soort van paal, desync of zo, weet ik veel. Dat was echt raar. Jouw scherm ziet gewoon goed uit. Hoezo gaan wij hem meenemen? Ik snap het weer niet. Gaan wij hem meenemen? Meneer, wilt u een van uw rechten gebruiken? Want hij gaat sowieso iets aanbrengen. Goeie, moet hij doen. Nou, laat maar als hij niet antwoordt, dan. Maak gewoon een clip van die pit en als je dan is het gewoon, is het niet, hè? Hey Andries, we moeten even ronddraaien, want ik heb dat mesje momenteel op mij. Maakt niet uit. Je hebt nu toch al 3 minuten of zo. Ik heb hem ophalen. Positief collega. Ja, positief collega. Laat hem afhandelen. Stop in, Amado. Hoor hem niet of zo. Maar ze allemaal weg. Moest het voertuig ook nog in beslag genomen worden? Ja, wie gaat hem ook afhandelen? Oh, wij blijven wel bij dat voertuig dan voor de AWB'er. Hoezo gaan ze. Wil die advocaat? Ja, hij reageert niet. Ja, hij reageert niet. Ah, dan zetten we dat voertuig gewoon in de baan. Deze op de mooie sleeping. Wie gaat hem afhandelen? Oh, daar is waar hij in gaat. Gaat wel lekker dit. Hey, welkom naar Thomas. Die plots naast rijden met je mini. Ah ja, Salem is met die mini. Hij maakt ja, maar je moet de USB hier gebruiken, maar hij is AFK, dus dat zit gewoon even van achter, maakt niet uit. Ja.
Maakt even niet uit, maar hij is AFK dus. Nou, wat is nu dan? Wacht, ik vraag die ANWB om hulp. 1404 gaat status 5, gaat bodycam van Robin D. bekijken. Goedenavond Marco. Hey, goedenavond, veel plezier hè. Let's go Marco. Wat een baas. Ja, maar hoe komt het ook weer al uit dan? Oh, let's go. Piet, hij is eruit ook. Wat? Hij is eruit. Niet? Bij mij is hij eruit. Ja, kijk. Ik ben in de AWB. Dus af, hè. Of je rechts voor kan zitten. Want dan gaat hij zeg maar wel gewoon achter blijven zitten. Snapt u? Dus of u hier even kan zitten. Bij mij is hij eruit. Piet, bij jou niet? Ja, bij mij is hij er ook uit, maar... Ah, oké. Nou... Dat is niet makkelijk, hè, Piet. Maar is alleen goed waar wij moeten afhandelen. Ja, maar... Nou, ik denk dat Marco eraan komt, denk ik wel. Nou, je ging een bodycam kijken, dat ben ik benieuwd. Maar jongens, zeker vlak en dan maar één like nodig draait voor de 13 euro. Zeker doen, like vooral. Super lief, tuurlijk, hè. Deze naar politie in pas. Super lief. Ja. Hey, Marco! Welkom! Hoe is het met jou, Marco? Welkom! Ja, als dit systeem even meewerkt. Dat werkt lekker. Waarom is het nu eigenlijk AFK? Of zit hij in de wachtkamer of zo? Zou me niks verbazen dat die wachtkamer is. Misschien als ik even dit probeer. Wacht, meneer, ik heb. Ja! Lekker! Zal je niet gewoon in de wachtkamer zitten? Ja, zo. Dan ben ik niks verbazen. Oh, ja. Zo, dan ben ik niks verbazen als die wachtkamer zit. Ja, Psa, let's go. Yes, dan achtervolg ik jullie wel even. Ja. We staan bij de inbound, collega's. Zijn jullie in de inbound? Of bij de inbound? Hoor je mij in de portal, Piet? Ja, ik hoor jou. Of hoezo reageren ze niet? Ja, wacht. Maar is het voertuig naar degene die bij het voertuig bleef? Maar is de AWB er? AWB, alsjeblieft. Ja, wij zijn ook de persoon bij. Als ik toestemming krijg van de politie, dan ga ik mijn mee als we moeten alles afhandelen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Mag je mijn auto repareren? Alsjeblieft. Ja, repareer maar. Maar we hebben eerst ons, we hebben eerst hem gereserveerd. Dat was zijn collega. Ja. Moet ik naar de politie inbound rijden? Ja. Doe maar. Nou, we hebben ook een impound dan in één keer, hè? Want ik weet niet wat de rest is, maar... Ja. Nou, we zullen ook impounden. Albrecht? We zullen voet ook impounden. Volgens mij gingen hun dat doen. Wie is hun? Wij gingen Sam en Amado gingen mee met het voertuig. Dat is zo. Nou, wij zijn de enige die erbij staan met het voertuig. Oh, ik heb ook verkeerd. Oh, het is hier. We hebben de persoon bij en we zijn... Die zit ook weer in de normale porten. Had jij het dan, Piet? Ga jij dan of moet ik de reportage maken? Doe jij maar over die reportage. Moet ik het doen? Nee, wacht. Ik doe wel die in beslag laten, dan doe jij wel die afhandeling, oké? De wat? Jij doet de afhandeling, ik doe de in beslag laten. Ja, dat is goed. Ja. Maar hij zegt helemaal AFK deze kerel. Wat doen collega's nu weer? Ja. Ze starten iets. Ze hebben hem het afhandelen. En ook het voertuig inpounden. Dus het is... We hebben het afhandelen en we moeten het ook voertuig inpounden. Ja, we moeten alles doen. Net was er zo'n porto hier. Zo'n hele porto met DGZ en etcetera. Alles. Alles op en aan. Wie moet alles weer doen? Ja, Ufza, Robin de Donder natuurlijk, hè. Jammer. Ja, zeker was het, Marco, zeker was het. Maar ik heb ook die meneer bij hem in mijn achterbak. Of in de... hoe zeg je dat? Van achter. Ja, klopt, Marco. Ik heb een net band geschoten. Dus het is een geel lampje geworden. Het is een geel lampje geworden, dus... Kom aan, Pietje. Ik weet niet of repair gaat werken door de ANWB. Waar is de ANWB eigenlijk?
En hier. Ik weet niet of het werkt als iemand in het voertuig zit, maar kun je ook misschien het voertuig repareren, de SIF? Ja, dat is hem goed doen. Ah, super. Er zit helemaal niemand hier op het terrein komt natuurlijk. Zou wat zijn als iemand komt. Maar ik denk wel dat het mes er weg is, dat denk ik wel. Mij is er wel het mes ingenomen. Dat kan als de bestuurder er maar in zit. Ah, de bestuurder alleen, oké. Nou, wat die persoon daar doen? Toch maar vast houden hoor, you never know. Er waren geen hoofdletters. Oké. Want dat is wel AFK, maar zou me niet verbazen moest hij een Discord of zo liggen sturen met zijn vrienden. Dat zou me niet verbazen. Dat zou me niet verbazen, eerlijk gezegd. Dus, we zien wel. Teun? Teun, ben je nou aan het werken? Teunie. Tegen mij, meneer? Hegi. Yo, tegen wie praat je tegen mij? Nee, tegen de meneer die aan het werken is met het blauw pakje. Dat is Teun. Dat kan. Teun is echt mijn draaier, hè? Ja, dat kan. Hey, Teun, zwaai alsjeblieft naar mij. Teun. Ja, maar ja, hij is al zeer, meneer. Hij is een beetje verlegen. Is hij een beetje verlegen? Dat kan. Ja, zie. Ik ga even kijken. Heb je ook SIF nu gemaakt of niet? SIF gemaakt? Oh, niet gemaakt. De SIF. Ik ben momenteel nog bij de politie in Pout, maar ik ben over 2 minuten beschikbaar. Zou mijn voet ook kunnen repareren, alsjeblieft? Dat zou helemaal te fantastisch zijn. Helemaal top. Yes, dat is Teun niet. Ik heb geen idee. Hij zegt dat Teun is, maar... Muilspruit, collega. Wat zeg je? De eigenaar is Muilspruit. Oh, hij mag wel biet verlaten. Dat is niet... Ja, dat is niet Teun. Nee. Dat is niet Teun. Hey, yo. Hey, super. Lekker bezig. Sorry meneer, ik heb gewoon verkeerd geswitcht met iemand anders. Ja, ik was verkeerd, optie. Helemaal niet Teun. Dat was helemaal niet Teun. Nou, ja, lekker. Jongens, Piet in actie. Oh, dat zou een mooi duur grapje zijn. Piet in actie, Hey, super. Hey, alsjeblieft. Dankjewel, hè. Jij ook, hè. Let's go, Piet. Impound die handel. We gaan Piet impounden. Let's go, Pietje. Hij is geïmpound, collega. Super, dan gaan we verder, hè. Dan gaan we naar AB. Is de AFK-persoon afhandelen. Ja, niet mijn probleem. Ja. Mijn probleem geworden. Ik ga even een formatje maken, hoor. Een formatje? Ah, voor in de... Ja, ik snap het. Voor de impound. Toch? Zo joh, lekker aan bij u. Ik heb ook geen idee, Piet impound of zoiets. Ik heb echt geen idee. Wat ze daar zeiden. Piet impounden, ja. Ik zou echt niet weten wat daar gezegd werd. Ik zou echt niet weten, eerlijk gezegd. Wat daar werd gezegd. Ik zou het echt niet weten. Nou, we zijn bijna op politie AB. Oh jongen. Dat is gewoon een leed, dat kan daar. Let's go. Bent u nog aanspreekbaar, meneer? Meneer Achterbank, de arrestant, bent u nog aanspreekbaar? Zo niet, gaan we u gewoon afhandelen zoals een normaal persoon zonder recht, hè? Want ja, meer kunnen we ook niet doen natuurlijk, als u niet antwoordt. Daar gaan we niet wachten op advocaat of iets, daar gaan we gewoon afhandelen. Maar ik kan ook geen vingerafdruk nemen nu, hè? Dat is wel een ding nu, hè, Piet? Kan je vingerafdruk nemen? Want die keer is AFK. Oh, is het daar? Wat? Is iemand boos? Ja, volgens mij is hij ook weer boos, ja. Ik ben niet AFK in ieder geval. Ah, hè? Zo. Heb ik lang niet gehoord, Oh ja, bro, ik moet even typen, toch? Ja, dat was al lang. Zo, wat heb jij nou getypen, joh?
Nou, goedemiddag. Emo man. Sorry? Goeie emo man. Emo? E-mail. Ah, e-mail, oké. Okay. Ja meneer, ik ga voertuig halen. Ja, we hebben alles aan u voorgelezen. Wilt u er gebruik van maken? Sorry? Wilt u er ergens gebruik van maken? Nee, maar. Van uw rechten? Nee? Nee, nee. Oké, okay, ja, ik heb even laten uitstappen. Ik heb de rol alles losgemaakt. Als u uitstapt, meneer, even op uw hoofd letten als u uitstapt, hè. Goed? Ja, toch? Oké. Okay. De begraaf meenemen naar het celcomplex. Nou, nu praat hij opeens, hoor. Ik ben wel op je achter... Ah, oh, laat maar. Je achter? Ja, nu zie ik zeg maar niks. U ziet niks, oei. En ziet u zo wel iets? Wacht hoor, normaal zien jullie wel. Nee, je moet helemaal terug, bro. Als ik u loslaat? Nee, ik zie helemaal niet. Helemaal niet. Oké, nou even terug, hè. Wie de andere kant bedoelt u dan? Ja, je moet daar via achter naar binnen. Of zelf naar binnen laten lopen. Nee, ik zie weer. Yo, hier al. Ja, ik zie wel. Nou, dan loopt er wel zelf even mee dan. Prima. Dit is nog een beetje lijk IHB. Ja, nu zie ik gewoon alles met. Super nice, hier rechts, ja. Dus alles Engels, maat. Ja, yes. Daar moet nog geriskind worden. Waar bevind jij je echt? Het cellencomplex, vind ik me nu. Leuk. Even vingerscan doen, meneer. Oké. Dan weten we wie je bent. Kan je eerst even fouilleren voor de zekerheid? Is die alweer aanspreekbaar? Ja, hij is aanspreekbaar. Yes, zo. Meneer, even je handboel losmaken. Maar eerst even de muur aanstaan. Ga even fouilleren nog. Yes. Of mijn collega. Dat is ook goed. Ik hoorde van Klaas Thuisslang dat Pizza en SS heeft verkocht. Ja. Echt? Ik ga in ieder geval wel uw telefoon en port. Dat zou het heel sad zijn, Piet. Marco bedoel ik. Dat zou het heel sad zijn. Deze kunt... Een half miljoen euro, hè. Dat zou wel echt heel spijtig zijn. Moet dat echt zo zijn. Ophalen bij de balie. Geloof je het zelf, of? Ik weet wel zeker dat ik die shit niet terugkrijg, maar... Ja, procedure natuurlijk, hè. Procedure. Ah. En meneer, maar even je vinger op het apparaatje leggen, dan kunnen we namelijk je vingerprint nemen. Ik zie geen apparaat, maar nee. Op de camera, yes, denk ik wel. Zie je ook echt heel mijn naam, of niet? Ja, u bent Mel Spraat, toch? Niet? What the fuck? Ja, zie je, u heeft een theorie. Bij ons vraagt hij ook bepaald, niet. Autorijbewijs, vrachtwagenrijbewijs. Je bent geboren op 2 september 1999. Dat zou kunnen, man. Ik weet bent al veroordeeld voor heel veel dingen, zie ik hier. Zo, categorie 2 wapen, gijzelen van meerdere burgers. Goedemiddag, meneer. Nou, dan gaan we even ambulance te vastmaken en dan gaan we naar het complex. Ja, toch. Yes. Dat was de kerel die in de wachtkamer zat. Ziezo, pak even een stelletje, even eentje uitkiezen. Het zijn allemaal leeg, dus keuze genoeg. Moet je deze? Prima. Ja, man. Super. Nee, ik ga even voor je straffen nakijken en dan ben je zo beter terug. Mag wel los, of? Moet je echt los? Ah, zou dat is lang je niet, niet gek doet, nee, dan maar prima. Dan krijg ik nog meer straffen. Ja. Goed, tot zo, meneer. Even straffen bekijken. Yes. Oké, okay, even kijken. Ja, ik had het gijzelen van een ambtenaar in functie en meerdere burgers. Ja. Dus dat had ik gedaan. Dat enigste? Dat is niet het enigste. Ja, maar ik bedoel bij het in beslag nemen. Jij zou mega burgers. Ambten namelijk eigenlijk vinden. Is er een aparte straf voor gijzelen, ambtenaar? Nee, hè? Dat is er niet. Je hebt geen aparte straf voor ambtenaar gijzelen. Ja. Even kijken, misschien heeft het als geen gepleegd, dat kan wel. Kan zijn dat hij als case heeft gepleegd. Het is wel heel lange dingen namelijk. Gijzel meerdere burgers. Oké. Dat is al iets een keer gedaan. Even kijken. Traumcategorie 2 wapen. Even kijken hoor. Voor politie. Eerste veroordeling wordt dan tweede. Tweede veroordeling voor het gijzelen van meerdere burgers. Oké, prima. Dus het is de tweede keer al zo, maat. Dus tweede keer voor de politie.
En ook Gijs mede beurs ook tweede keer. Dat is toch 10 maal extra. Kijk eens, joh. Zo, Piet. Piet, je hebt nu vloed op politie en het Gijs meerdere burgers. Was er dan nog iets? Normaal gezien... Ja, de mesh op zak, hè? Niet? Ja. Het is ook nog een mesh op zak. Even kijken. En het draag van de categorie 2. Waar? Dat is categorie 2 messen? Nee. Is dat een categorie 2 op? Je hoeft me niet helemaal leeg te plukken. We gaan even bekijken wat we kunnen doen. Nee, dat is categorie 1 hoor, Piet messen. Wat zei je? Dat is categorie 1 de messen. Oh, yes. Het draaien van categorie 1 wapen. Zo, het wordt wel een pittige straf, maat. Zo, goedemiddag zeg. Het is wel pittig, deze, ja. Oh, dat is wel echt pittig. Dat is wel echt pittig. Dat is echt pittig. Nou, ik heb een straf van aan Piet. Je stopt. Yes, meneer, heb straf berekend. We gaan u veroordelen voor voetbal politie. Dat is al uw tweede veroordeling. Dan had Gijs en meerdere burgers ook uw tweede veroordeling. En dan nog een drama categorie 1 wapen, dat is uw eerste veroordeling. Totaal een boete van €23.400 en 135 maanden celstraf. Wow, dus je pakt mij zonder vaseline gewoon? U kan het zo vernoemen, ja. Nee, je mag de grootste zelf op de complex. Ja, meneer, u gijzelt meerdere burgers, u vlucht voor ons en u heeft een mes op zak, dus ja, dat zijn de straffen. Man. Dat zijn de straffen natuurlijk, hè. Ik heb roekloos rijden er nog niet bij gezet, dus... Wat zei je? Ik kan ook nog roekloos rijden er ook nog bij toevoegen. En geen kenteken. Ja, dat kan beter van jullie zeggen, bro. En ook. Sorry, van ons? Ja, man. Vertel. Ja? Ah, laat maar. Prima. Goed, meneer. Dus ik ga je wel... Tot veroordelen. Yo, Jero. Mijn belediging ambtenaar en functie er maar bij. Hij noemde me lelijk. Oei. Ja, dan geef ik wel een paar klappen ook nog als je naar binnen komt. Oh, het bedreigen van de man. Het zijn zometeen 2 staffen extra, meneer. Ja, dat is geen bedreiging, man. Botsen zeker. Zo kan je het wel noemen, ja. Hoe is het nog geen grote cel? Nee, jij wil deze toch? Hij is heel cool. Zo, meneer, ik heb even straffen geven, is dat goed? Mag ik naar mijn collega? Ja, nee, helaas niet. Ik hoor hem. U kan zo meteen wel in de gevangenis elkaar ontmoeten. Ja. Nou, niet de beste. Goed, meneer, wilt u een transport of wilt u de wc weer doorgespoeld? Meneer? Ik wil samen met Mystic mee. Maar... Nee, dat gaat niet samen zijn. Dat gaat wel apart zijn. Alsjeblieft. Nee, samen doen we niet. Yo, kom, we gaan samen transport, man. Nee. Geen transport samen, meneer. Ik hoop transport, man. Nou, prima, gaan we zo meteen vertrekken. Ja, meneer, maar zeker weten dat het niet samen een transport. Dat mag u zeker vast... Nee, dat gebeurt niet samen. Jawel, bro. Ik ga boetes even geven, meneer. Boetes, mensen, even kijken. Nee, laten we toch maar geen transport dit eraan. Geen transport? Nee. Oké, prima, doen we dat niet. Even kijken. Zo, dat is de eerste boete, meneer. Ik kan dat ook allemaal, hè. Dus stel, de boetes vallen wel mee, want in de game zijn die veel minder dan in de meos. Ah, maar die meos klopt niet van jullie. Ja, maar klopt er wel, hè. Politie, die krijgt maar geen updates, dus. Ja, klopt er nu wel een keer, na 10 jaar. Sorry? Klopt er nu wel, na 10 jaar. Hij reageerde pas op het politie. Nou, het is niet makkelijk die update, hè. Nog 1 boete, meneer. Dat is het Gijs van meter burgers. Ik zei 3 en ik zei 2 en ik zei 1. Waarom staat iedereen op shouting hier? Dat is wel een beetje apart. Ja, het is gewoon lekker irritant, toch? Ja, lekker irritant, ja, zo kun je het wel noemen. Het Gijs van meter burgers, hoe staat hij nu dan? 3, 2, 1. En ontvoeren, ja, van ambtenaar en functie. Ja. Dankjewel, eigenlijk ook, eigenlijk, hè? Of is het deze? Dat is eigenlijk deze, of niet, hè? Het Gijs, het is aangepast of zo. Maar wacht, tenminste mijn telefoon terug, bro. Nee, die kent je pas naar je celstraf, meneer. Ja, dat is helemaal niet waar, dat weet je ook. Ja, maar die mag je niet meenemen naar het cel. Is een procedure, meneer. Meneer, je moet toch één bedoeling nog uitdelen, dat is Gijs van burgers. Ja, joh. Ja, maar nee, het is al veel minder dan ik heb gezegd, hè. Echt al veel minder. Wat was het eerst dan? Ik zei eerst 23k. Ja, dat is een radicale drijver, deze. Zo. Meneer, je wilt op de wc doorgespoeld, maar we hebben voor de wc gaan staan. Daar gaan we even doorspoelen. Doei, Mystic.
Ja, ik ben goed. Betaald. Meneer, sorry. Succes, hè. Doei. Eens even kijken, hè. Zeg gewoon voor 1, 2, 3, ja. Gijzelen. Ja, wil je dat doen? Nee. Meneer, meneer. Ambtenaar. 5, vluchten, politie en... Oké. 10. Oké, meneer. 3, 2, 1. Toedeloe, toedela, toedela. Yo, ja, je had zo gauw, je pieperkloontje. Nou, verlassen. Nou, alleen een pet op de grond, Piet. Pof, veel jaren. Een pet. Robin, wat heb jij nou weer voor lelijke haarlijn? Moet jij zeggen, Piet. Kom dan. Zeg, waar is eigenlijk RSS eigenlijk, Piet? Verkocht. Godverdekken, Piet. Kom dat je mijn handen hebt. Kom dat ik je handen heb. 4 miljoen. Free. Gaan we bedrijven? Ja, maar we verkopen RSS, jongen. Verkopen is een RSS. Miljarden. Ga maar alleen op pad, Piet. Waar is mijn auto? Even een auto weggezet. Of een teken is een auto weggezet. Hij heeft echt zijn auto verkocht. Ah, die Piet, die Piet. Hij heeft echt zijn auto verkocht. Ja. Hij heeft hem echt gewoon verkocht. Robin, ik zal eens weer slepen naar Porto 1. Ja, doe maar, Piet. Pak jij maar een Marokje. Ga ik jou een heel pad? Zullen we die ergens verkopen? Mijn auto. Nee. Ik gun jou een half miljoen euro en dan verkoop je auto gewoon. Een negatief. Piet, waarom doe je dat? Omdat ik nu meer geld heb. Nee, maar joh, graag een RSS, dat was je droom. Je droom was een RSS en dan help ik je daarbij en dan verkoop je hem gewoon. Ja. Vind je dat mooi? Ja, dat vind ik prachtig. Dus ik help je je droom waar te maken en dan verkoop je die gewoon. Ja, heel dromen veranderen en tijden ook. Er is een begin en een eind. Maar het begin is nog lang bezig, want ik heb hem nog steeds geprikt. 2 april, kijk er in je mail. Haal nu uit die garage. Is goed. Haal nu uit die garage, ben ik heel benieuwd of je niet. Jij gelooft mij niet, hè? Nee, ik geloof je niet, nee. Allemaal met de garage. Is goed. Als hij nu echt heeft, hè. Het zou wel nice zijn, maar... Als hij nu zijn SS uitpakt, hè. Ah, gelukkig. Is het die echt? Is het die echt? Ah, het is hem echt. Oké, gelukkig, Piet. Gelukkig maar. Dan heb je geluk, hoor. Heb je ook fully XX geworden? Fully XX... Wat? Is je fully XX? Ah, ja, dat ja. Hé, lekker man. Nou, blij. Wel blij dat je hem hebt gehouden, Piet. Ben ik wel heel blij om. Sorry, je hebt hem toch verkocht. Wat zeg jij nu? Dat is een andere. Dan krijg je ervan, Piet. Oh, 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 oh. Hij heeft hem echt verkocht. Waarom verkoop je hem nu, Piet? Dat is oké met je Piet. Dat was een klein grapje, hoor. Dat was een klein grapje, Piet. Dat was een grapje. Hoi. Ah, oh, Piet, dat was niet zo bedoeld. Dat was maar een klein grapje. Dat was 2 april. 2 april, Piet. Ah, Piet, dat was echt maar een grapje. Ah, mijn armen, mijn been. Dus maak ik even op hand. Hé, hey, joh, wat denk jij? Heb... Wat voor teken? Kom dan, slapen dan. Ja, ben je zeker? 18 en... 13, 17. Ben je zeker? Ja, ik wel. Positief? Moet er nog iets. Ben je zeker, Piet? Moet je slagen hebben? Slijpen. Okay. Slagen, Piet? Moet je slagen? Top op prio 8. Moet je slagen, Piet? Oh! Laatste melding, een politie. Hij is bijna dood. Moeten we vandoor, Piet? Moeten we vandoor? M3. Moeten we vandoor, Piet? Wat?
Piet! Wat? Hoe is Robin dood? Wat? Nee! Hoe ben ik dood? Nee, wat is dit? Fijn man. Was een schotenmelding bij pitstop. Hoe ben ik opeens dood? Cayenne ging overgroot bij de Bergen Tattoo Shop. Hoezo ben ik opeens dood? Dat kan toch niet? Ja, ik ben opeens dood. Wat? Verdomme nou, ik haal je wel weer uit het kutvoertuig. Nou, bedankt hoor. Echt hoor. Nou, dan... Ik weet dat ik geen shift mag rijden, maar nu moet ik het even. Oh, maar joh. En dan roep ik die ambu op. God de god. Ja, dat vind ik ervan, Piet. Robin, dat vind ik ervan. Goeding. Hij op de schadevergoeding? Politie voor ambulance. Ah, dat is mijn. Dat is Piet Zou op dit moment. Zou iemand naar de melding kunnen gaan die ik ga. Oh, zijn ze al, zijn ze al. Ik heb al hier iemand gescoord. Ja, kan. Ja, ik heb geen. Ja, het zou best kunnen verf. Ik vind het heel raar. Ja, hij ligt hier zo. Ik hoop dat ik te redden ben, dan zou ik echt sad zijn. Ja, er is hier ook al een eenheid, dus Zo, wat is er gebeurd, meneer Wagent? Hij viel ineens plots dood. Opeens plots dood? Hij heeft eten genoeg. Ja. Jawel. Even noodwoeding aan geven. Het is wel eten genoeg. Goedenavond. Vanavond, hallo, vanavond. Ja, we werden ineens aangekoppeld op een melding, maar hij zat mij een beetje te slaan. Ik geef hem een tikkie en hij is blijkbaar ineens botteloos. Doe maar snel. Ik ben wel te redden, dat is wel fijn. Echt net nog te redden. Misschien is hij door voeding gevallen, ik denk. Nee, voeding niet weg. Dat is heel random, hè? Ja. Morgen heb ik mij krijgt, Piet. Boah. Zo, meneer de agent. Wat is er gebeurd? Kijk zo. Ja, ik viel opeens neer. Ja, ik zat in een auto en opeens was het. Donker in mijn hoofd. Had u geen suiker meer of zo? Heeft u niet gegeten, meneer? Ik heb wel gegeten, maar. Oei. Ja, ik weet niet hoe het komt. Ja, ik weet het ook niet. Ik stap in en opeens gaat licht uit voor mij. Oei. Ja, en heeft u nog ergens pijn dan? Ik heb eigenlijk echt geen pijn, nee. Oei. Is mij een beetje een appelflaut of zo? Ja. Nee, ik denk een appelflauten. Ja, dat is mogelijk. Ik denk een kleine appelflauten, maar. Ja, ik vind het echt heel raar. Kan gebeuren, hè? Ja, inderdaad. Maar ik voel me tiptop in orde. Hupsa. Dan ga ik er van door, collega. Ja, super, dankjewel. Dankjewel voor je goede hulp. Doe ik even mijn kleding eraan, het is een beetje naakt zo. Yo. Yo, bedankt, hè. Dit gaan we nooit meer doen. Zeg je een zaklamp voor jou, Piet, wat denk je dan? Nee! Nou, moeten we een melding of niet? Ja, we zijn nog steeds daar aangekoppeld. Oh, sorry. Was de lockstaat ook ongeldig? Jij vraagt even locatie, al dat soort shit. Jij maar, Piet, want jij hebt hem neergeslagen. Ja! Jij stopt het. Begin maar, locatie. Begin maar, locatie. The fuck hoor ik allemaal? Hij is van Banza Modeste. Wat zei hij? Ik hoor die Freddy Jaga Jaga en alles. Is het locatie? Ik wist nu locatie in politiematkamer. Is er nog, denk ik wel. Politiemeldkamer. Hier zo. 3 kilometer uit, jongen. Goed, god, maar ja. 3 kilometer uit, gewoon. Hey, snel iets aangetroffen in het voertuig? Nee. Ik kom echt naar buiten. Nee, maar pas op dat hij niet zo'n auto meeneemt. Het gaat wel aan de slag genomen worden. Deze is zwart hier. Oh. Ja, dan laten we nog even naar boeien, toch? Oh. Ik kan eventueel in die zwarte gaan zitten. Oh, wat zei hij, meneer? Maar Robin, we moeten door, kom op! Ja. Het is een beetje moeilijk aan, Piet. Oh, zie hem lopen. Oh, Piet hier crash. Ik weet niet wie een fout was eigenlijk. Laten we gewoon de fout steken op die ene golf die daar voorbij rijdt. Ja, ja, al wel Piet naast mij, dat kan ook wel. Hou je bek! Jemig. Had je moeten voorspellen, je had even aan moeten geven, een klein beetje naar links sturen. Maar nee.
Ja, nee, kijk, we kunnen dit moeilijk of makkelijk oplossen. Nee, heb je pen, meneer? Oké, zo. Ik doe even meneer, ik hoor net in mijn oortje dat we met spoed moeten gaan, dus... Naar de melding die hier is gebeurd. Er rijdt een paarse white body rond. En dat is nogal... Nee, het gaat om de hele serieuze melding waar dit de tijd daarvoor doet. Dus Robin, laten we maar gaan. Het is mogelijk degene voor die SZT die tegen jou aangeeft, anders op zijn telefoon. Hé, niet stelen, meneer. Je voertuig is stelen, hè. Volgens mij is hij het. Aan mijn verstap, meneer, want er gaat een schotmelding. Spotmelding? Ja. Paars R6 rijdt noordelijk van Olivier. Wat doe jij, maat? We moeten door! Hé, ga maar lekker liggen, hè. Wat? Lekker liggen. Hupsa. Ik zie hem in ieder geval niet meer. Hé, Dan, wat doe je? Wat doe jij dan? Ga jij op het dek staan? Dango tegen de politie. Ja, wil dat die auto gewoon naar inpakken? Die kerel die gaat gewoon. Ja, wacht, oké, ik haal. Zeker, kan je mee rijden met mij? Misschien. Kan de ander gaan? Ik haal, Piet. Pak nummertje, ja. Ga ik weer landen, jongens. Ja, ga je maar op de grond. Nou, die Piet, jongen, Pietje. Gewoon 40% op snow. Ja. We hebben wel geen lamp, dat is niet heel fijn. Ik vraag je wel of hij een advocaat is. Wat zeg je? Dan mag ik mij niet beslagen. Kan je toch wel vragen of niet? Waarvoor? Jezus. Wat bedienen weer? Dat lijkt een beetje. Maar hij ziet er niet uit. Hij ziet er niet uit. Waar is die ook weer helemaal? Ja, we zijn richting het middelpark aan het rijden. De Karel spreken. Zeker, wat de fuck ben ik geraakt? Hij moet Dylan spreken. Probeer nee, allemaal even in te vullen, en dan voordat je hem beslaat, wacht maar even. Ja, volgens mij is het afgehandeld hoor. Nu is het met afhandeling bezig. Ja, kijk het bij zitten. Mensen zijn niet meer nodig, Piet. Nee, je gaat gewoon weer vragen om de locatie. Nee, nu moet jij het vragen. Ja, bro. Ja. Iedereen om de beurt, nu vraag jij het. Nou, dan koppen we af, Piet. Oh, naar boven. We koppen af, Piet. Het is gedaan met de melding. Ja, ik dacht, we gaan naar achterkant. Piet, ze zijn aan het afhandelen. Ik kan daar prima op het in. Laat mezelf hier in de tunnel zitten. Oh shit. Oh shit. Zo, Piet, ben jij de porto? Piet, ben jij de porto? Piet? Dat ding rijdt ook echt niet meer, hè. Dat ding stuurt helemaal naar links. Wat is hier nu weer? Aan de kant iedereen! Voilà, ze doen dat, hè. Maar ja, Piet is gedaan met de melding. Het is alles 4. Die Piet, jongen, ja. Denk het ook, Rick. Piet. Pietje. Piet, ik moet drinken zeggen. Nou, wat? Ik heb zelfs 10. Nee, hoezo? Ja. It's time. Nee. Nou wel, sorry Piet, het is tijd voor mij. Kom op. Moet morgen voorop. Wat zei je? Moet morgen voorop. Waar naartoe? Naar werk. Niet één heeft paasvakantie, Piet. Wat voor werk? Sorry? Wat voor werk? Ik moet niet uitleggen. Prostitueren. Ik moet wel vandoor, Piet. Was wel zeer gezellig, even de hand schudden. Of wil je misschien mijn zaklamp eens een keer ontmoeten? Nee. Nee, zeker? Nee. Ook zo, hè? Hupsa. Oh, sorry! Dat is echt de bedoeling. Nee, Piet, dat is echt een grapje. Oh, joh, we hebben een wapen. Oh, sorry. Oh, Robin. Sorry, mijn fout. Oh, joh, maar Piet heeft een wapen gepakt. Zal ik hem taseren, jongens, of niet? Is er iemand in de buurt of niet? Ik weet niet of iemand in de buurt is. Er is niemand in de buurt. Wacht. Als niemand in de buurt is, ga ik even... Oh! Staat 7.
Lekker Robin. Voor je! Goedemiddag! Hoe kom jij in die garage uitgereden, joh? Kan ik een laatste melding? Pot, wat ik hier. Ik moet met jou koppelen als Robin staat hier. Ik wil gekoppeld. Met wie? Met wel een lekkere bak, hoor. Met? Nee, maakt niet uit, joh. Kom eens mee, Piet. Nou, welke melding ben je precies gaan? Mogelijk drugswaarde in papier, ja. Of? Die, ja. Zolaas, als het goed is. Hé, hey, Piet, je mankt zo. Wow, rustig. Robin, ik kan nog graag... Ik weet een trucje. Kijk, hè. Nee. Volgend lichtje, Kijk, ja, ja, is goed. Volg het lichtje. Ja. Klaar met jou. Wat? Ben jij gedood? Hij meent het echt, hè? Hij meent het gewoon. Je bent echt dood, kut. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hij meent het echt, hè? Ja, dat is eigenlijk een RDM, hè? Eigenlijk? Oh, was een nummertje. Die Piet, jongen. Wat is Piet ook allemaal aan het doen, jongen? Die Piet, jongen. Hij slaat hem ook gewoon. Maar het ding is, dat is geweten, die zaklamp is echt mega sterk. Die zaklamp... Die is echt instant dat je dood bent. Of twee keer slaan je met echt instant dood. Ja, dat is echt... Oh, ik ga weer wel die ambu voor jou oproepen. Ja, hij doet mij dood, hè. Ik toch niet. Sorry. Even kijken hoor. Vluchten voor politie. Ik ben even hier rapportage aan het maken al. Waar is er ingesleept? Dat is 9A. Plus categorie 1. Nou, ik ga wapen. Voor jou oproepen. Ja, doe maar lekker. Maar oké. Hij maakt mij dood en had die zeur die aan moet oproepen. Ja, hallo. Ik ga dat niet mee doodmaken. Toch, heel eens eerlijk. Ja, als de eigenaar van het voertuig is, heb ik hier... Ik zal ga dat niet mee liggen doodmaken, hè. Pietje, toch. Zo knappe Daisy. Oh, die rapportages maken, dames en heren, is ook een gedoe, hoor, eigenlijk. Maar, als ze mij kunnen redden, zou echt nice zijn. Het zou echt heel nice eigenlijk zijn als ze mij nog kunnen redden. Zo niet is het heel spijtig. Dat is echt heel spijtig. Dat is een punt, ja toch? Hij zeurt van moet ik ambu bellen, maar hij doodt mij, ja. Ja, wat denk je dan? Hier zo, kijk. Ik zal zo kijken. Hopelijk is niet te redden. Is dit weer een Piet? Is hij nu weer gestorven of gevallen? Ja. Is wat? Oh, wauw, 11. Die moet je kunnen redden. Proberen, ja. Heel moeilijk. Kut, wacht. PLT. Van zijn richten. Voilà, oké. Okay. Rapportage een beetje gemaakt. Oppassen. Eerst. Oppassen. Hey, joh. Oppassen, tweede schok. De link. Ja, dat is wel lekker, hoor. Oei. Kijk, jongens. Kom aan, ik moet ze kunnen redden. Oppassen, ja. Handen weg, schok. Ze moeten ja. Kunnen redden. Ik heb mijn handen weg. Oei, dit ziet er niet goed uit, volgens mij. Wat is er gebeurd precies tegen dit op de... Ja, meneer, loop maar. Nee, ze kunnen mij niet redden. De slagen weer tegen die veel wees.
Ze kunnen me niet redden. Ik ben niet meer redbaar. Dat is echt wel spijtig eigenlijk. Ik ben gewoon niet meer te redden. Oh. Kut, kunnen eens. Bijvoorbeeld minimaal 15 TP nodig, maar. Die EAD werkt precies niet. Ja, van om het tanken voor het melden. Moet mij gewoon. Oh, sorry, Mark. Piet, jij vermoordt mij gewoon, hè? Je hebt mij gewoon echt vermoord, hè? Nou, echt zonder dit weer. Nou, er wordt daar dus gemaakt, jongens, het pakje. We gaan eens kijken. Oh, daar gaat Piet. Helaas. Nou ja. Weer typisch, hè? Ik vind dat typisch weer. Dat was vakantie voor RDM, ja. Eigen schuld, dikke bult. Hoezo, Piet? Hoezo is het mijn fout? Jij slaat mij neer, hè? Toch, hè? Als politie zijnde? Ja, dat lijkt mij nu niet echt geweldig, toch? Ik ben echt gewoon dood ook. Rustig, hè? Ik kan gewoon respectvol blijven, meneer. Ik ben echt gewoon dood. Dan kan je op die goede mat staan en naar mij toe richten. Ik leef ook gewoon op de grond. Ik die bril niet even als collega? Helaas. Megafoon in mijn hand. Geleden. Kijk, een megafoon in mijn hand. Oh, wat als ik nu, Nee. Die emo van Timo altijd. Maar ik heb maar één keer geslagen, Piep in de zaklamp. Je hebt me twee keer knock-out geslagen. Wat is nu weer de emo van Timo altijd? Met dat beertje. Ik ben even de emote kwijt. Jongens. Ik ben een ambu, maar ik zit hier een beetje vast. Ik kan niemand mij naar buiten. Ik ben bij de lift. Teddy, nee, ja, is dat Teddy? Ah, hier ben ik weer. Oh, wat? Excuus, hè? Ja, echt zonde, man. Dat ik nu lelijk bier, ja. Dat is een emote, zo. Ik ben even kwijt alleen welke emote dat was. De Timo. Moest je me maar niet met die zaklamp raken. Wat zou er gebeuren? Dit doen een lounge, zeg. Kijk. Lik. En dan nu megafoon. Hupsa. Oh, laat hij wel weg. Nou, Robin, moet ik je... Kijk, die stoel. Okay. Klik de E-spier als ik ons beide staatsteam moet melden. Ja. Dat kan ook niet. Man zo toegezakt, ja. Zullen we ja of nee? Dat is toch ja, dat moet je doen. Heb je nog andere leuke van die emotes? Alleen van die stoelen? Leg nog eens de E-spier als ik niet ons staatsteam moet melden. Oké, dat kunnen we niet doen dan. Weet iemand die emote? Alleen van die kantoor. Is dat officier of zo? Officier. Nee, ik weet niet wat het is. Oké, ik meld me alleen staatsteam. Fijne dag nog. Ah, wel eer, waarvoor zitten. Hoezo alleen? Die Piet, jongen. Hij moet mijn oogstadusteam bannen. En weer typisch, hè. Ja, die Piet, jongen. Die Piet. Ja, ik kan wel zijn team melden, want anders... Want ik kan wel dienst aan, want ik kan wel zijn team melden. Even kijken. Wacht, ik kreeg wel wat geld. 13.816 vanavond, collega's. Vanavond, Robin. Fijne avond. Voilà, hè. Ben benieuwd of Piet terugkomt of niet? Wat? Geld te goed om je wapens weer terug te kopen. Ah, dankjewel, Piet. Dat is wel weer lief van Piet, hè. Kijk, even 6k van Piet voor wapens te kopen. Nou, dat vind ik wel weer lief. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel weer lief van Piet, dat je 6k krijgt. Ja, dat is wel leuk. Dat is dan wel heel lief van Piet. Ja. Dat maakt weer goed, hoor. Dat sowieso. Dat maakt weer even goed. Maar dames en heren, ik kan wel afsluiten, dames en heren. Het is genaamd voor vandaag. Moment.
moet even bekijken. Ik zei het, bekijken. We gaan morgen wel zien. Join zeker met Discord server. Altijd doen, jongens. Altijd handig om te weten of ik klaar ben, ja of nee. Zeker even abonneren. Maar 7 abonnees nodig voor de 10.000 of 11.200. Super lief. Wordt super lief. Of is gewoon zeer fijn. Even kijken. Moest nog eens doen. Nee, dat was volgens mij. Hè? Dat was het. Oké. Okay. Dames en heren. Join de Discord server. Doe het gewoon. Super leuk altijd. Kun je ook rolls krijgen. Allemaal rollen. Dus zeker doen. Zeker wat joinen. Super leuk altijd. Super. Toch altijd heel gezellig daar. Misschien een beetje overbelicht, hè? Ik weet niet. Ik heb een beetje aangepast, maar. Ik vind hem een klein beetje overbelicht. Nu kan ik even iets donkerder zetten. Oh, dat is weer wat te donker natuurlijk. Wacht. Ja, ik ben nog live. Wacht, ik ben direct. Zo. Dit is misschien iets beter. Ik weet niet. Moet je hem even zeggen wat er is. Hupsa, goedemiddag. Goedenavond, sorry. Goedemiddag, goedenacht zelfs. Maar dames en heren. Morgen live, wees bij hem. Ja, ik denk morgen toch live, ben niet zeker. Maar join gewoon Discord. Weet je altijd of ik klaar voor ja of nee. Goed, dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende livestream of video, uiteraard. Of short natuurlijk, of short. Bye bye. Bye bye.